Ik heropen de vergadering van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en ik wil de bode vragen om de getuige Leijten binnen te geleiden. Goedemiddag. Dag mevrouw Leijten, van harte welkom bij de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Ja? Ja. Oké, ik dacht even, u bent nog aan het landen, dus vandaar dat ik even keek. U bent hier als getuige, het verhoor vindt plaats onder ede. Wij hebben een aantal als concreet en puntig bedoelde vragen, dus als het voelt u zich vrij om daar ook concreet en puntig op te antwoorden. De microfoon kunt u aan laten staan tijdens het verhoor. U bent sinds van augustus 2013 tot maart 2020 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Klopt dat? Nee, tot 1 februari. Dit jaar? 20, ja. Ja. Dus één maand. Dan zal ik het nog een keer goed zeggen. Van augustus 2013 tot 1 februari 2020. Exact. Mooi, dan hebben we dat goed in beeld. Wij gaan u natuurlijk vragen stellen over het hele dossier van de kinderopvangtoeslag, de betrokkenheid van het ministerie van Financiën en alles wat u daarvan weet. Wilt u de eed of de belofte afleggen? De eed graag. De eed. U wordt onder ede gehoord, dat betekent dat u de hele waarheid en niets dan de waarheid moet zeggen. Daarvoor leggen we dan de eed af. Ik wil u vragen om te gaan staan. Rechterhand in de lucht te steken en mij na te spreken door te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Prima, dan staat u nu onder ede, gaat u weer zitten. Ik heb, even om te checken, het goed begrepen dat u geen schriftelijke verklaring heeft ingeleverd. Dat klopt. Dat klopt. En ik heb ook begrepen dat u niet de behoefte hebt om op voorhand een mondelingenverklaring af te leggen. Dat klopt ook. Dat klopt ook. Nou, dan kunnen we meteen beginnen met het verhoor. Staat die goed? Ja. Oké. Dan, het is belangrijk omdat er natuurlijk ook veel mensen buiten deze zaal meeluisteren. Dus vandaar dat de microfoonplek belangrijk is. Het verhoor wordt afgenomen door mevrouw Belhaai en mevrouw Leijten. En de heer Van der Lee zou mogelijk aan het eind ook nog vragen kunnen hebben. En ik stel voor dat we daar nu mee beginnen. Mevrouw Leijten, u bent secretaris-generaal bij het ministerie van Financiën. Zou u kunnen uitleggen wat een secretaris-generaal doet bij het ministerie van Financiën? Ja, ik was het, hè? Ja. Een secretaris-generaal is enerzijds een belangrijk adviseur van de minister en staatssecretaris, van iets meer afstand dan de DG's, en heeft anderzijds de verantwoordelijkheid voor de algemene leiding van het departement. Dus Financiën heeft vier directeuren-generaal die voor hun portefeuille zelfstandig opereren. Dus je hebt directeur-generaal Belastingdienst, die heeft u vanmorgen ontmoet. Directeur-generaal Fiscale Zaken, die gaat over de fiscale wetgeving. De Thesaurier-generaal, daar valt onder andere het bankwezen en Europa onder. En de Rijksbegroting, die over de overheidsfinanciën gaat. Dan heb je een aantal stafdiensten, die vallen onder de SG. De SG is de voorzitter van de bestuursraad, de voorzitter van dat gezelschap en de leidinggevende van de DG's, maar niet de opperbaas van de onderdelen. Dus de SG is voor de verbinding tussen de directeuren-generaal, zorgt voor allerlei praktische dingen als het personeel, de bedrijfsvoering, et cetera. En op verzoek van de minister of staatssecretaris kan de SG adviseren voor op dingen die boven het DG zijn of boven departementen of gewoon ingewikkeld. U ziet ook in het dossier dat ik, en dat heb ik voor mezelf ook teruggehaald, eigenlijk van 2013 tot 2017 een hele marginale betrokkenheid had bij kinderopvangtoeslag. Gaan we het zo
uitgebreid over hebben. En nou, 17, 19 en dan vanaf 19, als het probleem steeds prominenter op tafel zit en steeds helderder wordt, wat de gevolgen zijn voor de ouders, wordt mijn rol groter. Ja, daar gaan we straks het uitgebreid nog over hebben. Dus daarom dacht ik het is belangrijk om ook even goed hierbij stil te staan. Ieder ministerie werkt anders. U geeft dus leiding aan al die directeuren, directeur-generaals, die dan weer die uitvoeringsorganisatie als verantwoordelijkheid hebben. Ja, ik zie dat u wat wil zeggen. Ja, ik ben hun werkgever, maar ik ben dus niet de opperbaas. Hè? Dus de DG's hebben ook zelf contact op die onderdelen met de staatssecretaris, met de minister. En daar zit ik. Maar als iemand niet functioneert, gaat dan de staatssecretaris of de minister naar u om te zeggen... Ja, dan gaat hij naar mij. Oké, dus u bent toch ook wel een baas. Want uiteindelijk, als u zegt in een werkgeversrelatie... Ik heb een werkgeversrelatie, maar ik ben dus niet de dossierbaas. Dat begrijp ik. Alleen als iemand of heel goed functioneert of heel slecht functioneert of zijn dossier... dan krijgt hij daarvan een signaal. Ja. En u heeft dus ook die belangrijke rol tussen een ambtelijke organisatie... en het politieke, de politieke laag, dus de ministers en de staatssecretaris. Ja, waarbij bijvoorbeeld natuurlijk heel veel contact is tussen DG's en directeuren waar ik niet bij ben. En je had op Financiën, en volgens mij is dat nog steeds, iedere maandag de fiscale staf. Daar zit dan de directeur-generaal Belastingdienst en de DG Fiscale Zaken. Daar zit de SG niet bij. Maar als er dingen lastig lopen, het beeld is, het wordt onvoldoende opgepakt, dan gaan en komen de minister en staatssecretaris naar mij. Zeggen ze. Het is goed dat u heeft uitgelegd waar u niet over gaat. Maar het is natuurlijk ook relevant voor ons even te weten waar u wel over gaat. Absoluut. En het is natuurlijk een topleidinggevende positie in een overheidsorganisatie... die omringd is van politiek en dus ook een hoge mate van politieke sensitiviteit van u vraagt. Zeg ik dat goed? Helemaal. En excuses, ik wil de rol niet kleiner maken dan die is. Hè? Want ik had een hele serieuze verantwoordelijkheid. En ik voel me vanuit die verantwoordelijkheid verschrikkelijk over wat er met deze mensen is gebeurd. Dus daar loop ik niet voor weg. Ik ben verantwoordelijk voor mijn deel in dit systeem. Ik zie dat u geëmotioneerd bent. We doen dit verhoor. De bedoeling is om te zorgen dat we een reconstructie kunnen maken wat er aan de hand is. De bedoeling is niet om te wijzen. Conclusies kunnen altijd later getrokken worden. We interviewen mensen breed, ambtenaren, politici volgende week. En u kunt ons heel erg helpen door meer inzicht te geven in wat er is gebeurd. En daarom stel ik die bepaalde vraag. Mag ik nog één ding zeggen? Zeker. De emotie gaat niet over... De emotie gaat er wat er over met de mensen is gebeurd. Oké. Het is goed dat u dat nog even zegt. We gaan het er namelijk veel over hebben. Ja. Of de omstandigheden waarin dit de mensen is overkomen. U heeft net uw positie duidelijk uitgelegd. U heeft ook uw relatie uitgelegd tussen u en de directeur-generaals. Hoe vaak overlegt u eigenlijk met die directeuren-generaals van al die verschillende takken? Er is één keer in de week een ministerstaf met de minister, staatssecretaris en de hele ambtelijke leiding. Die zit ik voor. Beetje licht, maar die zit ik voor. Of zat. En er is één keer in de week bestuursraad. Dat is de ambtelijke leiding. Dat is op maandag. En dan, een beetje verschillend in de tijd, maar heb ik één keer in de drie weken een los... periodiek overleg met de DG's. Ja, en dan dat overleg gaat dan over hoe gaat het? Hoe gaat het met het personeel? Welke politieke onderwerpen spelen er? Ja. Okay. Ja. Komen er nog, zijn er bijzondere problemen? Hoe zit het met de begroting? Meer de oversnijdende, verbindende dingen. Ja. En zware dossiers. Hè? Stel ik vaak de vraag, heb je hulp nodig? Is er nog iets bijzonders? Zo. Want dan kom ik ook een beetje eigenlijk een mooie brug naar bij de volgende vraag. Want ik heb gezien, u was inderdaad secretaris-generaal, maar u bent al heel lang werkzaam bij de Rijksoverheid. Als ik het goed heb geteld, zo bijna 23 jaar. Dus u heeft een... 28. 28, kijk. Dus u werkt er enorm lang. En ik heb ook een beetje, naar aanleiding van de verhoren van de afgelopen dagen, wel eens afgevraagd, betekent dat ook dat u heel veel mensen kent, die verschillende ministeries zitten, die... Misschien tegelijkertijd zijn begonnen toen u aan het begin van uw carrière stond?
Ik werk 28 jaar in de Rijksdienst. Financiën, kabinet, minister-president, sociale zaken, binnenlandse zaken en weer financiën. En op al die plekken heb ik veel mensen leren kennen. Ja, ja, dus ik ken veel mensen in de Rijksdienst. Ja. Is er ook zoiets als een informeel moment waarin secretarissen-generalen elkaar ontmoeten? Of kan ook een formeel moment zijn, dat een borrel of een diner, of maar ik weet niet hoe dat werkt. Is dat er? Ja, ja? Iedere woensdag, en het is een belangrijk moment, iedere woensdag van anderhalf uur of zo, einde middag, is er het SGO, het overleg van secretarissen-generaal. Dat is op algemene zaken, dat wordt voorgezeten door de SG van AZ. En dan wordt er vooruitgeblikt naar de ministerraad. Zijn er nog problemen? Kan er nog iets gebeuren tussen woensdag en vrijdag? Niet om het daar op te lossen, maar om het te signaleren. Dus iedere woensdag. En dat is enerzijds de ministerraad en een vooruitblik naar de onderraden van dinsdag. En anderzijds, het SGO is op een bepaalde manier ook samen het bestuur van de Rijksdienst. He, dus bijvoorbeeld de IT, bepaald soort dingen zijn boven de ministeries. En dan is het, was het zo, één keer in de week is het kort, 3 kwartier. En dan is het alleen de actualiteit. En de week daarop is het langer. En komen dus ook de bedrijfsvoeringsonderwerpen daar. En dat is dan eigenlijk ook een soort plek waar je even vanuit je eigen ministerie kan aangeven, nou, let op, ja. Mijn ministerie. Ja. Oké. En zijn er ook informele momenten die jullie hebben met elkaar? Ja, voor mij belangrijk gezelschap, want het is een beetje een rare baan, SG, en soms ook een eenzame baan. Dus nou, ik heb regelmatig collega's ook gebeld en geluncht. Hoe doe jij dat? Of heb jij dit probleem ook? Hoe pak je dat op? Ja. Dus jullie hebben elkaars telefoonnummer. Als er iets is, kun je elkaar bellen. Ja. Dus dat is eigenlijk collegiaal. Of zijn er dan ook een paar SG's die dan niet in een bepaalde appgroep zitten of dan niet uitgenodigd worden? Of werkt dat niet zo? Nee, iedereen zit in de appgroep en die is met name van, we gingen ook wel eens eten of een afscheid. Hè? Dus voor de sociale kant. Of weet, er komt nu een brief uit. Dus ja. Kijk, met de ene departement heb je intensiever contact dan met het ander. En met de ene persoon ken je langer of beter, dus ga je eens vaker een broodje mee eten of zo. Ja. Maar over het algemeen loopt dat eigenlijk heel goed. En tegelijkertijd is het heel abstract. Hè? Bedoel, je zit dan met heel veel petten tegelijk. Ik werd het meest aangesproken op de Rijksbegrotingskant bijvoorbeeld vaak. Ja. Dat begrijp ik, ja. Voordat we iets meer de inhoud induiken, had ik toch nog één vraag. Want omdat u ook zo lang werkt bij de Rijksoverheid, waarom vindt u dat zo leuk of interessant om bij die Rijksoverheid te werken? Wat is dat wat u zo er interesseert? Want, ik ben 28 jaar geleden echt heel bewust heb ik voor de Rijksoverheid gekozen. Ja, ik word gedreven vanuit het publieke belang. En dus ik wil heel graag bijdragen om dit land een beetje beter en mooier en slimmer te maken. Ja. En ik was econoom en dat ben ik bij Financiën gaan doen. Oké, duidelijk. Dan kom ik op de Belastingdienst. Ja. En eigenlijk is mijn eerste vraag hoe u eigenlijk werd geïnformeerd door de directeur-generaal Belastingdienst over de kinderopvangtoeslag? Even kijken waar ik ga beginnen. Bij het begin zou dat zijn. Ja, ja. Nou ja, ik kan het me eigenlijk nauwelijks herinneren, die eerste periode. Hè? Want ik heb me natuurlijk zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. En ik werd geïnformeerd over de kinderopvang, hè, via schriftelijke notities aan de staatssecretaris. In welke tijd zitten we nu dan ongeveer? 13 tot 17 zie je een aantal notities, maar dat zijn een beperkt aantal notities. En die gingen of van de DG rechtstreeks naar de staatssecretaris en dan kreeg ik een kopie. En soms gingen ze via mijn bureau. Dus de koninklijke route is dat ze via mijn bureau gingen. Dat begrijp ik. Sorry. Maar ik was gewoon heel erg benieuwd van wanneer bij u voor het eerst die informatie kwam. Was dat in 2013 of 2014? Wanneer was nou
dat iemand aan uw jasje trok en zei, of nou ja, niet iemand, de directeur-generaal Belastingdienst. Nou, de eerste keer dat het echt over toeslagen ging, was denk ik met het vertrek van staatssecretaris Wekers. Toen zat ik er nog niet zo lang. En die moest aftreden over de invoering van één bankrekeningnummer. Dus toen werd u betrokken, omdat het dan ook weer gaat over de relatie van een bewindspersoon en een politiek probleem, maar ook een ambtelijk probleem. Ja, overigens heel laat. Dus het werd op dat moment getaxeerd als een uitvoeringsprobleem. Dus de uitvoering van die één bankrekeningnummer was niet goed gegaan. Daar was een debat over. En ik kreeg op die beruchte avond om 10:00 een telefoontje van de betreffende DG. En die zei, dit gaat niet goed. En toen ben ik hier met mijn fietsje naartoe gegaan. Ik had niet eens een kamerpas. Ben uiteindelijk met veel moeite binnengekomen. En dus ik ben toen... dat is de eerste keer dat ik daar mee bezig ben geweest. Ja. En u benoemde het ook net als een uitvoeringsprobleem. Dat hebben we ook al een beetje de afgelopen dagen wat vaker gehoord. Je hebt dan de uitvoering en dan heb je de top en dat daar verschillen in zitten. Maar dit was nou eigenlijk zo'n typisch moment waarin problemen in de uitvoering bij u terechtkomen en dan u betrokken raakt bij het bewindspersoon om het daarover te hebben. Ja, er was eerder in het belastingplan volgens mij besloten om één bankrekeningnummer in te voeren. Mensen mochten het niet helemaal in detail. Het was gewoon dat, de invoering was niet goed gegaan, dus mensen kregen geen toeslagen meer, omdat de Belastingdienst niet wist op welk bankrekeningnummer. En nou ja, er ontstond begrijpelijk veel commotie over mensen die hun geld niet meer kregen. Ja. Dus dat was voor u een signaal, daar gaat iets niet goed. En hoe gaat dat dan daarna? Want is het dan zo dat u denkt, oké, ik heb het afgehandeld, het is weer nu aan de directeur-generaal? Of komt zoiets dan elke keer nog terug op de agenda van of dat SG-overleg waar die net aan refereerde, of in uw overleg met een directeur-generaal, of in uw structurele overleg met een bewindspersoon? Ik heb die film ook teruggekeken. Ik ben met name met ook heel veel praktische dingen bezig geweest. Van afscheiden tot ontslag KB's. En toen kwam er een nieuwe staatssecretaris Wiebes. Daar heb ik samen met de minister een kennismakingsgesprek meegevoerd. En voor zover ik me kan herinneren, ging dat eigenlijk in bredere zin over de problematiek die wij zagen met betrekking tot de Belastingdienst. En minder specifiek over toeslagen. Er is toen meteen besloten om voor de invoering van één bankrekeningnummer meer tijd te nemen en gewoon te blijven betalen op de rekeningen waar voor 1 januari ook betaald werd. En ja, voor zover ik me heb kunnen herinneren, is toen toeslagen toen niet specifiek besproken. Ja. Ja, en dat is dus dan ook, er treedt een staatssecretaris af. Ja. Dan is het ook klaar en dan wordt er verder niet meer over gesproken. Of bedoelt u dat niet zo? Nee, want dat is heel ingrijpend. Hè? Het is op allerlei manieren ingrijpend. Allereerst voor een persoon die naar allerbeste kunnen zich inzet als staatssecretaris, die aftreedt. Het is voor een organisatie ingrijpend, hè? Want door deze moeizame invoering moet een staatssecretaris aftreden. En het is bovenal ingrijpend ook voor de mensen die toen hun toeslagen niet kregen. Dus er was genoeg te doen. Realiseer ik me nu ook. Toen kwam een nieuwe staatssecretaris. Die heeft de brede agenda gemaakt voor de Belastingdienst. Het heeft toen niet geleid tot een wezenlijk andere manier van sturen. Ja. Toeslagen bleef onderdeel van de Belastingdienst en de Belastingdienst bleef een grote mate van autonomie. In de verhouding tussen de Belastingdienst en... Moet ik stoppen? Nou, u geeft een uitleg die op zich heel interessant is, maar ik wil, als u het goed vindt, even verder met de volgende vraag. Ja, het was namelijk goed uitgelegd. Ik wil even met u naar eind 2014... want dan wordt de toenmalige staatssecretaris van Financiën geïnformeerd over het ambtelijk voorstel om kinderopvangtoeslag proportioneel te gaan vaststellen.
Was hij daarvan op de hoogte? Ja, die notitie, mij voorbereidend, kwam ik deze notitie tegen. Daar staat mijn handtekening ook op, volgens mij. Of ik heb hem in kopie gekregen. Maar die kwam via die schriftelijke stukkenstroom. Hoe werkt dat? De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de DG. Ik doe een soort marginale toets en denk, vind ik, even op hoofdlijnen, is dit verstandig? Dus er wordt gesignaleerd, en dat is volgens mij goed, we gaan terugvorderen en dat heeft grote financiële gevolgen. Nou, het is goed dat een uitvoeringsorganisatie dat signaleert. Vervolgens signaleert hij, dit is conform SZW-beleid, staat er, en het is recent bevestigd door de rechter. En tegelijkertijd, vond ik ook goed, dit gaan we onder de aandacht brengen bij sociale zaken. Dus ik lees dat, serieuze kwestie, ga door naar de staatssecretaris en ja, daar stopt het. Ja, want ik heb hier inderdaad ook uit de tijdlijn van het ADR blijkt dat u dus secretaris-generaal en directeur-generaal van de Belastingdienst op 20 november 2014 notitie aan de staatssecretaris hebben gestuurd over het onder andere proportioneel terugvorderen, dus heel veel geld terugvorderen van mensen. In die notitie staat onder andere vanuit de directeur-generaal Belastingdienst en de Belastingdienst is bij sociale zaken werkgelegenheid inmiddels meerdere malen aangegeven dat de regels met betrekking tot het terugvorderen van de gehele toeslag, wanneer de eigen bijdrage niet is betaald, tot grote financiële problemen kunnen leiden bij de ouders. Sociale zaken en werkgelegenheid organiseert deze week een expertmeeting om deze problematiek nader te bespreken met de directeur-generaal Belastingdienst en de Belastingdienst. Wiebes merkt op, oké, als minder ingewijde vraag je je af waarom het hele bedrag wordt teruggevorderd in plaats van het bedrag van de noodzakelijk geachte bijdrage. Herkent u dit? Ja, ik heb de notitie gezien en ook de aantekening van de staatssecretaris. Dus u was ook op de hoogte dat de staatssecretaris Wiebes in dit geval de intentie had om met minister, even kijken welke minister dat was, Asscher van Sociale Zaken te gaan bellen als Sociale Zaken niet zou instemmen met deze beleidswijziging. Ja. Dat die zou gaan bellen heb ik even niet scherp, maar ik was op de hoogte van deze notitie. En als zo'n notitie dan weer terugkomt en er staan aantekeningen op van bewindslieden, krijgt de SG daar een kopie van. Dus, wat vond u daarvan toen u dat hoorde? Ik hoor allemaal mensen met heel goed geheugen. Ik heb niet zo goed geheugen en het is wel een poos geleden. Maar als ik me nu probeer te verplaatsen wat ik toen dacht, dacht ik, dit lijkt me een goede actie. Die financiële gevolgen zijn groot. Het ligt, de beleid van... U hoeft niet te gissen wat u toen heeft gedacht. Ik heb gedacht dat dit, dat ik geen toegevoegde waarde had, dat dit zo liep. Oké, dus u hoort inderdaad zoiets van, er wordt proportioneel teruggevorderd bij mensen. Het heeft de aandacht van de DG, heeft de aandacht van de politieke verantwoordelijke. Oké. In juli 2015 wordt aan de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeld dat het proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag geen prioriteit meer is voor staatssecretaris Wiebes. Was dat volgens u een juiste conclusie? Weet ik niet. Oké. Was u ervan op de hoogte dat Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervan uitging dat het proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag voor staatssecretaris Wiebes geen prioriteit meer was? Herkent u dat? Ik weet het niet. Oké. Ik heb het gelezen, maar ik weet het niet. Ik geef even het woord aan mevrouw Leijten. Ja. Even om alles duidelijk te maken, we hebben geen enkele familiaire band. Althans, niet zover ik dat heb kunnen terugvinden. Nee. Maar wel dezelfde achternaam. Ja. Even hierop. U zegt, we hebben altijd een secretaris-generaal overleg, SGO. Nieuwe afkorting in alle lijsten die Excuses. We al hebben langs horen komen. Op het moment dat een bewindspersoon op de hoogte wordt gesteld dat een andere bewindspersoon aandacht wordt gevraagd voor iets wat gezamenlijk opgelost moet worden, is dat dan niet iets wat bij zo'n overleg langskomt? Naar mijn herinnering is het niet langsgekomen. Als ik dit nu lees, denk ik, dat had ik kunnen doen, maar ik heb het naar mijn beste weten niet gedaan. Het is daar niet langsgekomen, maar nee. U heeft dat dus zeker 7 jaar gedaan, wekelijks dat overleg. Is het 6.
is het gebruikelijk dat zoiets wel langskomt? Van, hé, ik weet dat mijn minister iets wil. Let je daar even op dat ze met elkaar praten? Er speelt heel veel in zo'n departement. Ook heel veel wat via andere kanalen loopt. Via medewerkers en directeuren en DG's. Dus nee, 90% van de connecties komt daar niet. Het komt daar pas als het vastloopt of niet goed loopt. Akkoord. In dit geval is er een voornemen dat de staatssecretaris van Financiën contact opneemt met de minister van Sociale Zaken. Is het gebruikelijk dat op het moment dat dit wordt vastgesteld, dat er moet op politiek niveau even contact zijn, dat tussen de secretaris-generaals even wordt uitgewisseld? Nee. Mevrouw Belhaai. Nog even afrondend op wat deze mevrouw Leijten aangaf. Is het ook een beetje zo dat daar dingen worden besproken die betrekking hebben op je eigen organisatie en mindere mate op, er speelt iets met burgers of er is een groot probleem of een groot onrecht. Onrecht is misschien een beetje wat, dat vul ik even zo in. Die indruk krijg ik een beetje de afgelopen dagen, dat er heel erg gekeken wordt naar de dingen die spelen binnen je eigen ministerie. Maar eigenlijk, ik ga een open vraag stellen. Staat er wel eens een agendapunt op en ook in die tijd met betrekking tot burgers of met betrekking tot mensen? Ja, maar vaak op een hoog abstractieniveau. Mijn collega van SZW en ik hebben als SG-duo het thema maatwerk in dienstverlening bijvoorbeeld geadopteerd na de komst van Rutte 3. De SG's hadden ook een brief geschreven na de formatie, waar vanuit onze rol wij zorg hadden over in al die massale processen, is er nog genoeg ruimte voor maatwerk? Dus daar hebben wij een brief gestuurd na de formatie. Daar zagen wij in ieder geval van onze oproep in het regeerakkoord niet zoveel terug. En toen hadden wij het idee, dit is een belangrijk onderwerp. En toen hebben mijn collega van SZW en ik dit thema binnen onze ruimte opgepakt. Ja, het gaat over problemen van burgers, maar op hoog aggregatie en abstractieniveau. Dat begrijp ik. Het gaat hier ook niet natuurlijk over dat u uitgebreid individuele zaken behandelt. Het gaat natuurlijk wel over wat gebeurt er in de uitvoering. En als het over honderden of duizenden mensen gaat, dan kan ik me niet voorstellen dat je daar alleen maar abstract over praat. Dat is altijd gerelateerd toch aan een probleem. Het is toch niet zo dat het theoretisch benaderd wordt? Bedoelt u dat niet met abstractieniveau? Nou, er wordt gesproken over de problematiek in de schuldenproblematiek. Of er wordt gesproken over de relatie tussen massale processen en maatwerk. Een van mijn lessen is dat wij... U doorgaat naar de les, want ik begrijp dat u dat wil vertellen, maar ons voorzitter heeft dat natuurlijk ook in het begin aangegeven. U heeft de gelegenheid om op papier of een verklaring te geven. Excuse. En anders dat aan het einde te doen, want daar moet ruimte voor zijn, maar ik ga voorstellen om dat niet nu te doen. Ik ga even naar het volgende moment. In juni 2019 richt het ministerie van Financiën een crisisteam CAF 11 op. En mijn vraag is eigenlijk aan u, wiens initiatief was dit? De crisis is natuurlijk veel eerder begonnen, namelijk op het moment dat jaren daarvoor burgers in de problemen zijn geraakt. In juni werd steeds scherper dat wij de onderliggende problematiek als financiën onvoldoende in beeld hadden. De wat naderhand tunnelvisie, de institutionele vooringenomenheid was, die hadden we onvoldoende scherp. Wij hadden het beeld niet scherp genoeg. Dat neem ik mijzelf kwalijk, dat zo lang geduurd heeft. Maar we hadden het niet scherp genoeg. In juni werd dat helder. Toen moest er heel veel tegelijk gebeuren. We hadden al geconstateerd, komt u ook nog op terug, dat de informatievoorziening niet aan de standaarden voldeed. En in gesprek met de staatssecretaris, die zei, ik wil hier
meer coördinatie op. En nou, daar is extra coördinatie op gezet, omdat er vreselijk veel moest gebeuren. Dus in overleg met de staatssecretaris is het dossier verbreed. Het dossier zat dat moment, tot dat moment primair bij de Belastingdienst. En is het verbreed, zodat de Belastingdienst zich kon richten op het ophalen van de informatie uit de organisatie. En dat andere mensen een brief, kamerbrief konden schrijven. En andere mensen bijvoorbeeld vragen konden beantwoorden. Wij zagen dat een te kleine groep met een te groot probleem bezig was, waardoor het onvoldoende opschoot. Ja, dat stuik, maar dat was eigenlijk niet mijn vraag. Mijn vraag was eigenlijk, of ja, u gaf wel aan van het was het idee van de staatssecretaris. We hebben de heer Uilenbroek net gesproken. Die was destijds directeur-generaal Belastingdienst. Ja. U heeft in het begin van het gesprek aangegeven, je hebt directeuren-generaal. Ja. Die zijn verantwoordelijk voor dat stuk waar zij als directeur-generaal op zitten. Dus in dit geval van de heer Uilenbroek als directeur-generaal Belastingdienst. En als er dan een crisis is, dan kan ik me voorstellen, als je dan zo'n topambtenaar hebt, dat je een crisisteam opricht, maar dat de directeur-generaal daar als belangrijk man of vrouw leiding geeft, want er is een crisis. En ik vraag me dus af, waarom was de heer Uilenbroek dan niet dat hoofd van dat crisisteam, maar zelfs geen onderdeel van dat crisisteam? Waarom was dat? Nou, zoals u ook volgens mij in de dossiers hebt gezien, hè, er is heel hard doorgewerkt door iedereen. Ook door de heer Uilenbroek. En de heer Uilenbroek is heel die periode volledig DG Belastingdienst gebleven. Maar er is een crisis en er is een directeur-generaal. Je hebt mensen in topposities op het moment dat er ook dingen niet goed gaan, om daar verder leiding aan te geven, die van alles op de hoogte is. Dus waarom gaf hij geen leiding aan het crisisteam? Sterker nog, hij was zelfs geen onderdeel expliciet van het crisisteam. Maar ja, ik herinner het me anders. De crisis was al langer gaande en is ook langer doorgelopen. Het ging toen een korte periode. Hoe doen we dit op het departement? De DG is vol DG Belastingdienst gebleven. Er is op dat moment gekozen om de samenwerking te intensiveren en te verbreden en daarvan de coördinatie te leggen bij de plaatsvervangende DG. Maar waarom was de heer Uilenbroek dat niet? Omdat er behoefte was aan, de heer Uilenbroek was er al mee bezig, aan verbreding en versnelling. En waarom was de heer Uilenbroek dan niet die persoon die dat kon doen? Die deed het al de hele tijd. Er was op dat moment behoefte aan verbreding en versnelling. En in, de heer Uilenbroek gaf vanmorgen ook aan dat er extra behoefte was aan ook een beleidsmatige bril. Wat is het perspectief wat je opzet? Is het perspectief de uitvoeringsorganisatie of is het perspectief de burger? Er is gekozen voor verbreding, versnelling, iedereen in positie, maar de coördinatie ging bij de plaats. Maar waarom? Waarom was de heer Uilenbroek dan niet degene die dat deed? Hij was toch directeur-generaal Belastingdienst? Er is een crisis. Ja, maar vanmorgen werd ook geconstateerd dat er ook een relatie was met de AWIER, die zit bij DGFZ. Het was inmiddels iedereen helder dat er een enorm probleem was. Dus de Belastingdienst moest zich richten op zijn deel. En er kwam iemand anders die de rest van de dingen coördineerde. Oké, maar dit was het crisisteam specifiek voor CAF 11. Ja. Dus u geeft nu net aan, er waren ook andere dingen waardoor er een legitimering zou zijn om iemand anders aan te stellen. Maar laat ik maar anders nog even, de Belastingdienst is een enorm groot, complexe organisatie. De DG Belastingdienst moet ook leiding geven aan de douane, aan zij had het te druk. Belasting. Nou, daar moest ook heel erg veel op gebeuren. Dat was ook de reden waarom ik het niet zelf kon doen, de coördinatie. Dat snap ik, maar iemand die daar 4-5 jaar werkt en er is een enorme crisis, die is geen onderdeel van de crisis. Het lijkt me toch dat je zulke soort mensen dan juist inzet. Maar hij was onderdeel. Kijkt u naar de stukken. Ieder stuk staat zijn paraven op. Ieder mail is in kopie naar hem toegegaan. Ik ga u wat voorlezen om een beetje, misschien een beetje duiding te geven over de vragen die ik stel. Dat is een mailwisseling van ongeveer
14 juli, moet ik dat goed zeggen, H. Menno, dat is dus refererend aan de staatssecretaris. Ja. Het is een e-mail van u zelf. Naar aanleiding van een... ik doe het gewoon in de juiste volgorde. H. Manon, vorige week heb je de toeslagenproblematiek de besturing veranderd. Ja. Mede namens Jasper stuur ik je bijgaand overzicht van de wijze waarop het een en ander weer willen normaliseren. Het klinkt een beetje alsof... Ik kom er zo op terug. Jasper hecht eraan dat er een duidelijk besluit neemt, zodat voor hem duidelijk is dat hij geen rol meer heeft. Gelieve aan te geven, Jasper is dan de crisiscoördinator. Ja. Gelieve aan te geven of je hiermee akkoord bent. Wellicht anders maandag nog even bespreken tijdens het PO. Groet Jaap. Ik ken de mail. Mm-hmm. Kijk. Dan toch maar, de DG Belastingdienst was ongelukkig met deze interventie. Ah. De staatssecretaris en de minister voelden dit voor een korte periode wel een geschikte werkwijze. Waarom was de Belastingdienst er ongelukkig over? De DG vond het de heer vervelend. Uilenbroek. Ja. 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 De DG wilde graag, hij bleef dus vol in charge, maar wilde graag de coördinatie. En in overleg met de staatssecretaris hebben wij besloten de coördinatie. Nee, maar dat was niet waar we waren gebleven. Het ging over waarom de DG Belastingdienst of de Belastingdienst er ongelukkig mee was dat dit op deze wijze werd ingesteld. Waarom was dat? U zegt er namelijk zelf iets over in uw e-mail. U stuurt aan de staatssecretaris H. Menno. Graag spreek ik je hier mondeling nog even over door voordat ik hierop reageer. Ik proef bij verschillende directies van buiten de Belastingdienst voorkeur om tot na het debat Jasper, de coördinator dus, in positie te houden, aangezien het de samenwerking vergemakkelijkt. De DG Belastingdienst, de heer Uilenbroek, ervaart deze coördinatie als een ondergraving van zijn positie en wil deze graag zo snel mogelijk beëindigen. Uiteindelijk gaat het om jouw ondersteuning als staatssecretaris en dat weegt per definitie het zwaarst. Maandag even bespreken wat jij een goed moment acht om positie te beëindigen. Groet en fijn weekend, Manon, dat bent u. Ja, dat ben ik helemaal. Ja. Dit, Maar de heer, u schrijft in deze e-mail dat de heer Uilenbroek dit interpreteerde als ondergraving van zijn positie. Ja, en hij ervoer dat zo. Ik denk dat dat niet zo was. Maar daar hebben wij, dat zien we dan anders. Dus hij ervoer dat zo. En, hoe zag u dat dan? Waarom het belangrijk was dat hij dan wel zijn paraaf zette, maar geen onderdeel uitmaakte van dat crisisteam? Los van maar al die belangrijke dingen die hij moest doen. Hij was echt onderdeel van... Alles wat besloten is, met hem besloten. Dan ga ik het juist formuleren. Hij was niet degene die coördineerde. Dat klopt. Ja, dus een directeur-generaal, Belastingdienst. Er is een crisis. Ja. Dan mag je er nog wel onderdeel van zijn. Hij mag paraafjes zetten, maar hij is niet degene die het coördineert. Dat wekt bij mij de indruk alsof iemand gewoon opzij geschoven is. En mijn vraag aan u is dat zo? Is de heer Uilenbroek toen bewust in het crisisteam van die coördinatie... de sturing erop, wat opzij geplaatst. Ja, excuus, ik ga mezelf herhalen. Ik herken niet het punt dat die uit de crisis is gezet. In mijn beleving is het de coördinatie versterkt op verzoek van de staatssecretaris door de plaatsvervangend DG Fiscale Zaken... Ook om de samenwerking met de rest van het departement, waar ook een hoop moest gebeuren, te versterken. En ik constateer dat de heer Uilenbroek dat, wat daar in de mail van stond. Ik herken dus niet het beeld, hij zat niet in het crisisteam. Maar dat is niet wat ik u vroeg. Dus u gaf ook aan, u zegt van ik herhaal wat ik wil herhalen, dat begrijp ik. Maar mijn vraag was... Eigenlijk natuurlijk heel simpel, mede op basis van de e-mails die ik zie, waarom de heer Uilenbroek bewust niet op die positie is gezet. Omdat het de staatssecretaris... Waarom vond de staatssecretaris het volgens en mij ja? Gezamenlijk vond dat
voor een korte periode dit de betere oplossing was. Maar zegt u eens gewoon eerlijk waarom dat was? Waarom omdat wij heel lang nodig hebben gehad en nog niet hadden om de puzzelstukjes scherp te krijgen. Maar was de heer Uilenbroek dan niet iemand die de puzzelstukjes bij elkaar kon brengen? Nou, de heer Uilenbroek moest zijn onderdeel doen, maar we hebben versterkt. Het heeft ontzettend lang geduurd. Dat begrijp ik, maar mijn vraag gaat natuurlijk heel het over waarom hij dat niet heeft gedaan. Want kijk, hij heeft hier vanochtend ook in het verhoor aangegeven dat hij toch echt degene was die aangaf dat het een goed idee zou zijn om een crisisteam te formeren. Klopt dat? Dat het zijn idee was en dat hij dat gezegd heeft? Volgens mij de ja of wens... Nee? Ja, het is toch als er mensen bij elkaar zitten? Ja. En de zoiets wens wordt voor gezegd. Versterken van de coördinatie en versterken van de regie... In mijn herinnering kwam die van de staatssecretaris. Oké, dus die niet van de heer Uilenbroek. Antwoord dat, is ja of nee? Dat weet ik niet. De staatssecretaris heeft aan mij gevraagd... De staatssecretaris heeft gevraagd aan mij... Er moet meer regie en er moet versterkt. En op basis van dat verzoek is de plaatsvervangen DGFZ... is die tijdelijke structuur met de plaatsvervangen DGFZ gekomen... Wat okay. daar? Ik zit niet overal de hele dag bij. Dus wat daar verder is gebeurd, weet ik niet. Dat is dan duidelijk. Ja. Het was dus het initiatief van de staatssecretaris en niet van de heer Uilenbroek. Excuses. Ik weet niet welk initiatief de heer Uilenbroek heeft genomen. De staatssecretaris heeft mij een verzoek gedaan en daar heb ik op geacteerd. Duidelijk. Ja. Ja. We hadden het hele tijd over crisisteam, maar nog even een toets... Wat was de feitelijke crisis? En volgens mij is de crisis het feit dat burgers institutioneel vooringenomen behandeld zijn. Oké. Duidelijk. Het woord crisisteam voor die periode. Het ging om een korte periode waar we zoveel mogelijk informatie boven tafel moesten krijgen om... mensen die door de overheid gedupeerd waren te kunnen compenseren. Daarvoor moest ook een brief komen en vragen. Maar uiteindelijk is dat allemaal secundair. We moesten het beeld eindelijk scherp krijgen wat er is gebeurd. Oké, dus het ging om de mensen, de crisis waren, al die mensen die dat was overkomen. Dit is ambtelijk, dit is hoe het ambtelijk is voorgegeven. Maar ik voel me helemaal niet senang om de crisis... Te definiëren als een politiek iets. Ja, natuurlijk moet er een hele hoop gebeuren. De crisis is mensen die gedupeerd zijn door de overheid. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En die moeten we met iedereen oplossen. Ja. We moeten dat samen doen. Ja, absoluut. Ik kom ook even meteen bij het volgende. Want vooral ook omdat u zegt die crisis ging over die mensen... was ik een beetje verbaasd dat crisisteam CAF 11... na het algemene overleg van 4 juli weer werd opgeheven... Waren de problemen van de mensen en de crisis van de mensen dan opgelost toen? Of waarom was dat? Gaf net iets aan over hoe de DG Belastingdienst tegen deze structuur aankeek. De grote betrokkenheid van 20, 30 mensen die u... Dat heb ik niet gedaan. Ik heb uw e-mail voorgelezen. Nee, waarin, ja. Excuus. Na het betreffende Kamerdebat is deze hulpconstructie opgeheven. Maar zijn alle mensen die inmiddels ingezet werden op dit dossier... zowel binnen de Belastingdienst, toeslagen, maar ook... bij fiscale zaken, juridische zaken, zijn betrokken gebleven. Alleen de regie is toen weer naar de DG Belastingdienst gegaan. En waarom was dat? Was dat niet omdat de directeur-generaal Belastingdienst... deze coördinatie ervoor als ondergraving van zijn positie... en deze constructie graag weer zo snel mogelijk wilde beëindigen?
De DG Belastingdienst wilde de constructie graag beëindigen. In overleg met de staatssecretaris. De plaatsvangende DGFZ overigens had ook allerlei andere taken. En in overleg met de staatssecretaris is deze constructie beëindigd. Ja, ik geef het woord aan Renske Luijten. Ik ga toch nog even door op dat crisisteam, want er is ook gewoon een evaluatie van gemaakt. En daarin staat dat het crisisteam vooral werd opgericht omdat er aandacht was, publieke aandacht voor het dossier, en dat die opliep. In het licht van de aanhoudende publieke aandacht, de vele Kamervragen, de gebrekkige informatievoorziening en deling, als mede de koerswijziging, is onder tijdsdruk een crisismanager van buiten de Belastingdienst en een crisisteam ingesteld. Ik kijk u aan omdat ik... U heeft net best wel lang de tijd nodig om te antwoorden op mijn collega over dat crisisteam. Dit was de aanleiding. Wie besloot tot het instellen van dit crisisteam? De staatssecretaris in overleg met mij. En was de minister daarbij betrokken? Ja, ik heb dit ook met de minister besproken. Was de minister akkoord hiermee? Ja. Dan komen we weer op die 14 juni. Die 14 juni vraagt Jaap Uilenbroek aan u om even te verduidelijken dat de plaatsvervangende directeur-generaal Fiscale Zaken geen rol meer heeft. En dan stuurt u het voorgelezen mailtje aan de staatssecretaris. En daarin wordt eigenlijk gezegd dat verschillende directies buiten de Belastingdienst de voorkeur hebben om de plaatsvervangend directeur fiscale zaken in positie te houden, aangezien dat de samenwerking vergemakkelijkt. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat er staat. Was de samenwerking met de directeur-generaal Belastingdienst niet makkelijk? Soms. Waar bleek dat uit? De directeur-generaal Belastingdienst heeft ontzettend veel en hard werk verricht. De Belastingdienst, lees je ook iets in de commissie onderzoek Belastingdienst, moest wennen aan de nieuwe governance, waarbij er meer checks en balances van buiten de Belastingdienst op stukken zaten. Ja, wennen aan meer governance vind ik iets anders dan samenwerking. Ja. Er is een probleem. U zei het was het probleem van de ouders. Eerder erkende de heer Uilenbroek het was een politieke crisis. In die politieke crisis moet er van alles gebeuren op het ministerie en in de Belastingdienst. En dan wordt er een crisisteam ingesteld en er wordt gezegd degene die dat coördineert is niet de directeur-generaal Belastingdienst, want samenwerking is niet makkelijk. Dan is het niet gek dat wij vragen waar blijkt dat uit? Overigens zie ik niet een tegenstelling tussen politiek en ouders. De politiek is er toch voor de ouders, juist? Ik kom zo meteen nog met u terug op de instelling van de commissie Donner. Volgens mij was toen namelijk al heel duidelijk wat de politieke crisis voor de ouders was. Maar toen was er nog geen noodzaak om het crisisteam in te stellen. Dat kwam pas in het licht van die publieke aandacht die opliep. Ik wil toch weer terug naar die samenwerking met de directeur-generaal Belastingdienst die niet makkelijk was. Oké, daar geeft u geen antwoord op. Dat is spijtig, want wij willen in kaart brengen wat is daar nou precies gebeurd. En waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren? Omdat er lessen uitgetrokken kunnen worden. Vervolgens zegt u in uw mail... Ja. Er is op dagelijkse basis, op alle niveaus, op heel veel dingen heel goed samengewerkt. En tegelijkertijd, soms heeft het ook geschuurd. Als er zo'n druk op een dossier staat, als steeds duidelijker wordt wat er niet goed gaat, doet dat ook iets met de binnenkant. Dat betekent niet dat de samenwerking structureel niet goed is, maar dat levert soms spanningen op. Werd de heer Uilenbroek niet vertrouwd in het aanleveren van de informatie?
Werd de heer Uilenbroek niet vertrouwd in het inzien van de ernst van de situatie? Nee, de informatievoorziening heeft niet voldaan aan de standaarden. Niet aan de standaarden van de heer Uilenbroek. Ik bedoel, die werd regelmatig ook overvallen. Dus niet aan zijn standaarden, niet aan mijn standaarden, niet aan die van de minister en staatssecretaris en al helemaal niet aan die van u. He, dus de informatievoorziening voldeed niet aan de standaarden. De heer Uilenbroek werd vanzelfsprekend vertrouwd, want anders zit iemand niet op zo'n belangrijke positie. En tegelijkertijd was er behoefte aan versterking. Akkoord, u zegt hij werd vanzelfsprekend vertrouwd. Ik ga weer even terug naar de mail, want dat was een interessante zin waarin u spreekt over de samenwerking die vergemakkelijkt wordt met iemand anders die coördineert. Maar de volgende zin geeft u aan dat de directeur-generaal Belastingdienst zich met deze coördinatie eigenlijk niet prettig voelt. Ja, hij vindt het zelfs een ondergraving van zijn positie en hij wil zo snel mogelijk van de coördinatie, nieuwe coördinatieverdeling af. Dat is een belangrijke boodschap. Ja. En dan zegt u, uiteindelijk gaat het om jouw ondersteuning als staatssecretaris en dat weegt per definitie het zwaarst. Wat is op die maandag besproken over het wel of niet beëindigen van de coördinatie met de staatssecretaris? Ik ben naar de staatssecretaris gegaan en naar de minister en heb gezegd, dit is de situatie. Tot het sturen van vanaf 4 juni tot het verzenden van de brief op 11 juni had de plaatsvervangende DGFZ gecoördineerd. Dan was de volgende stap het debat. Toen ben ik eerst naar de staatssecretaris gegaan en toen naar de minister en heb gezegd, er zijn twee smaken. Het kan bij de plaatsvervangende DGFZ blijven voor de komende weken of het kan terug naar de DG Belastingdienst. En op basis van deze gesprekken is besloten dat die coördinerende rol nog een aantal weken, twee denk ik was het, bleek. Dus de staatssecretaris en de minister wilden graag dat de coördinatie nog steeds bij de plaatsvervangend directeur Fiscale Zaken bleef? Ja. Oké. Op 8 maart 2017 is er een oordeel van de Raad van State over de belastingdiensttoeslagen. En dat gaat over onzorgvuldig handelen bij het stopzetten van de kinderopvangtoeslag in 2014. Bent u daarover geïnformeerd, over die uitspraak? Nee. Bent u door iemand anders binnen het ministerie van Financiën of betrokken bij de Belastingdienst geïnformeerd op enigerlei wijze over de uitspraak van de Raad van State? Volgens mij heb ik het pas voor het eerst gezien bij het ombudsmanrapport van 24 augustus 2017. Die verwijst naar die uitspraak van de Raad van State. Ja, ja. Nou, we hoorden vanochtend van de heer Uilenbroek dat hij wel in een soort van oploopje met de directeur toeslagen het had gehad over het compenseren van ouders en daar de vrije hand aan had gegeven. Maar dat heeft u niet bereikt, enige wijze ook. Nee. Nou, dan gaan we inderdaad naar dat ombudsmanrapport. Dat is bijna een half jaar later. Geen powerplay, maar fairplay. Over dezelfde kwestie. En ook over de CAF-werkwijze. Was u voor de publicatie van het rapport op de hoogte dat eigenlijk in maart 2017 intern bekend was dat de Belastingdienst in deze casus laakbaar heeft gehandeld? Nee. Ja, natuurlijk. Was dit alleen formeel of was je informeel ook niet door iemand aangesproken? Of in andere soorten settings of binnen het ministerie die iemand zei? Nee. Okay. Akkoord, we zitten nog in 2017. In november 2017 gaat de staatssecretaris snel akkoord met een reactie op dit ombudsmanrapport. En die reactie houdt in dat een deel van de ouders excuses wordt aangeboden, maar dat er geen concrete toezegging wordt gedaan over een tegemoetkoming. Heeft u de notities gezien die de staatssecretaris zijn voorgelegd in voorbereiding op de reactie op dit rapport? Ja, ik heb de notities gezien. Het was een zeer kritisch rapport voor een ernstig onderwerp. Zoals ik het me herinner, werden de conclusies werd dus erkend dat het miswerk was gegaan, werden de conclusies omarmd. En ik heb overgehouden dat de aanbevelingen grotendeels werden overgenomen. En
Ik had de veronderstelling dat hiermee de problematiek werd aangepakt en uiteindelijk de problemen opgelost zouden worden. Okay. Ik moet concluderen dat die aanname niet juist was. Maar dat was mijn aanname op dat moment. Ja, we komen nog later in de tijd waarin voor sommige mensen heel veel duidelijk is geworden. Die notities heeft u gezien. Bent u ook aanwezig geweest bij de besprekingen met de staatssecretaris over die notities en de reactie op de ombudsman? Nee. Okay. Dus u weet ook niet hoe de staatssecretaris reageerde? Nee. Dan zien wij in de loop der tijd uw betrokkenheid toch op dit dossier wel toenemen. Ja. We hebben het net even over de crisisorganisatie, crisisteam gehad. Maar kunt u aangeven wanneer uw betrokkenheid bij de, laten we zeggen, CAF 11, wat later de toeslagenaffaire is gaan heten, is gestart? Ik werd dus sowieso geïnformeerd via de schriftelijke notities aan de staatssecretaris. Daar heeft de SG een soort systeem toetsrol. Je zag het door de vragen van uw Kamer, de media, stukken die naar buiten kwamen, steeds meer signalen dat de informatievoorziening niet goed was. De informatievoorziening aan de rechtbank en de informatievoorziening aan uw Kamer. Dat ik, heeft toen... ik wil graag op die punten ingaan, maar mijn concrete vraag was wanneer? Ik zie voor mezelf drie fases. Dus tot de ombudsman had ik marginale betrokkenheid. 2017. Ik ben... U bedoelt de ombudsman reactie op het ombudsmanrapport in 2017? Bedoelt ja. U? Dat, tot dan geen betrokkenheid? Ja, of marginaal, hebben we het net over gehad, de notities gezien. Dan van 2017 tot 24 april 2019 een soort systeemtoets checks and balances. Daar zie je dat het aantal signalen dat er meer aan de hand is, dat de informatievoorziening niet goed is, toenemen. En voor mij als spreekwoordelijke druppel is de uitspraak van de Raad van State op 24 april 2019. En dan begint er een nieuwe fase, want dan wordt dat crisisteam ook ingesteld eigenlijk. Nee, dan wordt de commissie Donner ingesteld, in eerste instantie. Maar daar komen we zo bij. Daar komen wij zeker nog op. Ja. Maar het klopt dus dat op het moment dat er externe signalen zijn, kamervragen worden gesteld, dus van buiten naar binnen, dat dat het moment is dat u denkt, hey, ik ga meelezen of dit wordt een belangrijker dossier. Ja, dan zijn er signalen. Op een gegeven moment heb ik ook gevraagd, toen bleek dat de dossiers bij de rechter niet compleet waren, heb ik bijvoorbeeld bij de juridische zaken van het kerndepartement gezegd, kijken jullie nou mee en doe ruimhartig. Ja. Liever een stuk te veel dan een stuk te weinig. Ja. Toen is ook de landadvocaat. Ik ben nog heel erg bezig met die tijdlijn maken. Want daar hebben we vaker om gevraagd om verschillende tijdlijnen. En die verschillen nogal. En uw positie is hierbij natuurlijk voor ons ook zeer van belang. Op 28 maart merkt de staatssecretaris op een notitie die hij krijgt voor openstaande acties. Belangrijk dat de SG hier strak op meekijkt. Wat betekent zo'n notitie? Sorry, 28 maart 2018? 2019. Ja. Dat gaat dan over openstaande acties. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het Kamerdebat wat is geweest. Ja. De kosten van de landsadvocaat, gesprekken met ouders, in gesprek met de kinderombudsman, de nationale ombudsman, het ADR-rapport en het traject van maatwerk bij dienstverlening. Ja, dat is dat traject waar ik het eerder over had met mijn collega van SZW, dat wij bezig waren met hoe kan je met maatwerk omgaan. Nou, volgens mij volgt deze notities van openstaande acties vooral uit het Kamerdebat van 21 maart, waarin er verschillende toezeggingen zijn gedaan. En daar komt dus een notitie uit van openstaande acties. En daarop zet de staatssecretaris belangrijk dat ook de SG hier strak op meekijkt. Wat betekent zo'n uitspraak? Dat betekent dat de staatssecretaris zich zorgen maakt en dat hij aangeeft. En daarom zit daar ook het omslag ongeveer op dat tijdstip van meelezer en kritisch checks en balances naar meer volle actieve betrokkenheid, die zit in het voorjaar 2019. Als met steeds meer signalen
helder wordt dat er dingen... Dat de ik ervaar het iedere keer zo, de foto werd langzaam scherper, te langzaam. Ja. En dan op twee kanten, de foto toch van de enorme impact van de financiële en persoonlijke gevolgen van de mensen. En twee, de foto met betrekking tot de handelswijze van de Belastingdienst bij het beoordelen en onderzoeken van de aanvragen. He, wat naderhand institutioneel voor ingenomen is gaan heten. Maar in die scherpte hadden wij dat toen nog niet. Dus het ja, ik ben heel specifiek gewoon op zoek naar ja, nee, op dat moment. En ik snap heel goed dat u context wil geven, maar dat heeft u al wel gedaan. Ook maar in het ik begin. Kan het niet scherper maken. Het spijt me. Nee, nou, we hebben wel heel veel stukken gekregen en daaruit komt in ieder geval heel erg duidelijk dat de staatssecretaris zelf in gesprek moet gaan met de ouders en de ombudsman. Was dat uw advies? Ja. Hoe reageerde de staatssecretaris al? Ik vond belangrijk dat de staatssecretaris zelf een gevoel krijgt bij wat daar onder lag. Ja. En had u toen het idee, alles gevolgd hebbende, wat van buiten naar binnen kwam, media-aandacht, kamervragen, we hebben het beeld niet compleet, de impact voor de ouders, dat noemt u telkens, dat het om wel meer zou kunnen gaan dan enkel die CAF 11-zaak? Dat de impact nog wel eens een stuk breder zou kunnen zijn dan dat ombudsmanrapport uit 2017? Nou, dat kon ik niet uitsluiten. Ik had toen nog wel heel erg een focus op CAF 11. Ja. Omdat het klopt toch dat u heeft geadviseerd om een externe adviescommissie in te stellen? Er is voor het eerst uiteindelijk het besluit is van de staatssecretaris, maar het was op advies van een notitie van de DG Belastingdienst van 8 mei, die heeft u in uw dossier. En voorafgaand aan die notitie heeft een gesprek plaatsgevonden tussen mij en de DG. In dat gesprek is zowel het idee van een externe commissie als de naam van Donner daarvoor gevallen. Ja. En die notitie van 8 mei hebben we gevonden. We hebben ook een mail van 5 mei. Oké. En daarin staat dat inmiddels de SG gisteren een interessante optie neergelegd heeft voor consultatie op hoog niveau. Betrof dat de adviescommissie? Ik heb alles gelezen, maar deze mail heb ik niet. Van wie is die, aan wie, over wie? Op 5 mei 2019 is er een e-mailwisseling tussen de financiënambtenaren. En daarin staat, zoals gisteren besproken, wil de staatssecretaris de lijn openhouden voor aanpassing, niet alleen voor de toekomst, maar ook naar inventarisatie naar onherroepelijk vaststaande gevallen. Breedte, alleen CAF of ook alle kotsituaties is nog open. Inmiddels heeft de SG gisteren een interessante optie neergelegd voor consultatie op hoog niveau. Dat heeft hij dus op 4 mei 2019 gedaan. Ja, kijk, er kwam die uitspraak van de Raad van State. Daar is ook een notitie van. Toen werden er binnen de Belastingdienst problemen gezien met definitief vastgestelde zaken. De staatssecretaris wilde een oplossing voor de CAF 11 ouders. En men vond dat binnen de Belastingdienst juridisch ingewikkeld. En dus er was een juridisch ingewikkeld probleem. Dus er was behoefte aan expertise en er was behoefte aan een blik van buiten. En in een gesprek, en ik weet niet meer welke dag het exact was, heb ik in een gesprek met de DG zowel de suggestie van een externe commissie, laat nou iemand van buiten met een frisse blik kijken naar wat uiteindelijk 3 dingen zijn geworden. CAF 11, hoe kunnen we dit oplossen? En het was juridisch ingewikkeld. Ik ben geen jurist, maar het was juridisch ingewikkeld. CAF 11, blok 2,
laat breder kijken naar het handelen van toeslagen. Blok 3, hè, want uiteindelijk zijn 3 blokken geworden. Kijk naar de rechtsbescherming van mensen bij toeslagen. En mijn vraag was, heeft u op 4 mei deze optie van de commissie Donner neergelegd? Ik weet niet of dat op 4 mei was. Oké, okay, nou, dan nog één keer de vraag. Was het idee van de externe adviescommissie uw idee? Ja. Oké, okay, daar zijn we. Op 8 mei vindt dat zijn beslag in een notitie voor de staatssecretaris. En net als in die mei van 5 mei, of in die mail van 5 mei, wordt daar gesproken om een verdedigbare beleidslijn te komen voor alle CAF en aanverwante zaken, zowel onherroepelijk vaststaande als lopende en toekomstige zaken. En hiermee zou ook een streep onder het verleden kunnen. Was op dat moment duidelijk dat er veel meer CAF-zaken waren? Er was duidelijk dat CAF breder was dan CAF 11. Het heeft lang geduurd voordat scherp was hoeveel CAF-zaken, hoeveel daarop toeslagen. Als ik staatssecretaris zou zijn, dan zou ik bij zo'n opmerking zeggen, hoeveel zijn dat er? Hoeveel had u toen in beeld? Ik heb cijfers gezien en ik kan het nu niet reproduceren. En het vervelende was dat het ook niet duidelijk was. De belastingdienst... Maar waren het er 900? Waren het er 4000? 10.000? Orde van grootte? Nee, het beeld was dat er geloof ik 70 tot 90 CAF-zaken waren binnen toeslagen. En dan is één CAF-zaak kan natuurlijk weer... Sorry. Één CAF-zaak zijn weer veel mensen daaronder. En nou, zoals ook in contact met uw Kamer is gebleken, is er veel moeite geweest om scherp te krijgen, al bij CAF 11, over hoeveel... Wie vallen er nu precies onder CAF 11? Ja, zeker. Dat kan ik mij nog levendig herinneren. Ja. Die reconstructie gaat door tot op de dag van vandaag. Maar toch wordt dit ook een voorstel voor de ministerraad. En ik kan me toch voorstellen dat als dit voor de ministerraad wordt voorbereid, dat daar een cijfer aan wordt gegeven. Ook al is dat dan nog een cijfer in ontwikkeling. Ja, ik snap dat u het zich kan voorstellen, maar het is niet gebeurd. Er is geen cijfer van het aantal betrokken, mogelijk betrokken aantal personen bij dit onderzoek van Donner genoemd. Nee, bij mijn beste weten niet. Oké. Okay. Hoe reageerde de staatssecretaris eigenlijk op het voorstel voor een externe adviescommissie? Die vond het een goed idee. Die vond het een goed idee. Ik heb het ook bij de minister geverifieerd, die vond het ook. Dan is dat eigenlijk vastgesteld. Hè? Er komt een commissie Donner. Daar is ook een onderzoek dus mee gesondeerd, onderzoeksvoorstel. Dus dat is afgerond. Toch komt er dan het voorstel om te gaan compenseren van de staatssecretaris. Die heeft met de ouders gesproken en... Die wil eigenlijk meer doen voor de ouders in de CAF 11-zaak. Hoe was u daarbij betrokken? De minister en de staatssecretaris hebben het verzoek gedaan toen scherper werd die institutionele vooringenomenheid. Ook dat gesprek waar de DG vanmorgen naar verwees. Te komen met zo snel mogelijk zorgvuldige voorstellen voor compensatie. Daar is hard mee aan de slag gegaan door de Belastingdienst, maar ook door mensen van DGFZ en juridische zaken. En er lagen, in mijn herinnering, lag er geen scherp uitgewerkt voorstel. Okay. Er zaten aanzetten voor een voorstel, die zijn... Als u het goed vindt, wil ik zo op het voorstel terugkomen. Wat is uw betrokkenheid erbij om te komen tot die compensatie? Op dat moment, wat de Donner was ingesteld, die zou dat onderzoek doen en kijken hoe dat allemaal in de wetten zou passen. Dat was al gedaan, maar er was toch er werd de noodzaak gevoeld om te compenseren in die CAF 11-zaak. Dus weer even in die enkele zaak. Ja.
Hoe was u daarbij betrokken? Via het verzoek van de minister en staatssecretaris om te kijken of er sneller, in ieder geval voor CAF 11, compensatieregeling gemaakt kon worden. Dus ik was op de hoogte en daar is door de Belastingdienst, DGFZ en juridische zaken en, nou, door heel veel mensen aan gewerkt. Klopt dat dat te maken heeft met waar de heer Uilenbroek vanochtend ook over verklaarde, die 4 juni waarop eigenlijk heel veel op tafel kwam? Ik denk dat het breder is. Er is door vragen van de Kamer, de media, gesprekken met dit nieuwe MT-lid. Maar ook, toen waren net geweest de gesprekken van de directie toeslagen met de ouders, die heel veel indruk hadden gemaakt. Dus het was een optelsom van nieuwe informatie. Ja. En op dat moment, en dan is er een moment dat de staatssecretaris zegt en de minister, ik wil alles op alles zetten om te kijken of we zo snel mogelijk kunnen compenseren. Oké, daar lag aan ten grondslag wat de heer Uilenbroek vanochtend zei. Ons werd op 4 juni duidelijk dat het echt fout was dat die ouders wel eens gelijk zouden kunnen hebben. Dat klopt toch? Nou, iedereen kan dat. Ja, u had het eerder door dan wij. Nee, daar gaat het mij niet om. Nee, nee. Volgens mij gaat het niet over gelijk, ongelijk. Nee. Ook niet met de ouders. Natuurlijk hebben de ouders gelijk. Wat scherper werd, was het patroon wat eronder zat, dat institutioneel voor ingenomen. Okay, wat de commissie naderhand de zero tolerance aanpak heeft genoemd. Die medewerker heeft, die teamleider die op 4 juni aan tafel zat, die gaf dat aan. Ja. Dat medewerkers aangaven dat ze net zo lang moesten zoeken tot ze iets vonden. Ja. Ja, en daarom vraag ik daarnaar. Hè. We hebben het gisteren gehad met sociale zaken over toen opeens kwam dat voorstel te compenseren. Hoe zat dat nou in elkaar? Ja. Daar gaan we ook nog wel op in. Maar het inzicht dat je na het instellen van Donner, het uitzoeken van hoe zitten dingen, dus tijd kopen aan de ene kant, maar aan de andere kant ook alles goed uitzoeken. Hè, dat leek op dat moment een goede keuze om, naar aanleiding van de Raad van State uitspraak, daarop te reageren. Maar toch ontstaat er nog geen maand daarna de behoefte van de staatssecretaris om met compensatie te komen. En dat heeft te maken met die 4 juni. Dat zegt u nu ook. Dan wil ik even. Het spijt me. Tijd kopen wil ik me echt van distancieren. Prima. We wilden het echt uitzoeken. Prima. En we hadden het toen niet scherp. Prima. U had het toen niet scherp. Nee. Akkoord. Akkoord. Ik wil teruggaan naar die 4 juni. Daarop wordt gezegd wat er is. Vervolgens wordt er afgesproken, we komen op 5 juni om 8:30 ambtelijk bij elkaar om als eerste het beeld van de stukken door te spreken en er zijn factsheets gemaakt. Op hetzelfde moment start de staatssecretaris met leestijd. Dan zijn er nog niet alle stukken, wordt er ook gezegd. Dan gaat hij mee akkoord. En dan om 9:00 is de bespreking van de stand van zaken op dat moment van alle stukken. Klopt. Ja. Ik neem aan dat het klopt, maar ik weet het niet. Ik bedoel, ik heb geen enkele reden om te denken dat het niet klopt, maar ik weet het. Ik kan niet zeggen dat het klopt, want ik heb het hier nu niet voor mijn neus. Nee. Maar nee. Het zal kloppen. Maar de heer Uilenbroek zei, 4 juni is een dag die ik nooit zal vergeten. Ja. 5 juni wordt besloten, de crisisorganisatie gaat door met iemand anders die het coördineert, want er was zoveel te doen. En wij hebben teruggevonden dat er in ieder geval op 5 juni in de ochtend de factsheets, waar het ook al vaker over is gegaan, besproken zijn. Eerst ambtelijk, op dat moment las de staatssecretaris bij. En dan om 9:00 gaat u om tafel met de staatssecretaris. En mijn vraag is, klopt dat? Ja, in exact zo in de tijd, ik weet het gewoon niet. Dat weet u niet meer. Oké, een van de dingen die daar besproken wordt is factsheet 6... Ja, zich nog herinneren dat daar een soort van presentatie doorgegeven is? Ik ben volgens mij niet bij die bespreking geweest, voor zover ik me kan herinneren. Het gaat over memo, waarom zeg ik ja, over het memo uit 2017. Dat heb ik, net als de DG,
voor het eerst gezien toen het in de media kwam een aantal weken geleden. In de voorbereiding op deze enquête heb ik de stukken natuurlijk doorgenomen. Daar zie ik een verwijzing naar dat memo, niet het memo zelf, maar wel naar het bestaan van dat memo in factsheet 6. Ja. Dus vandaar. En het stomme is, ik kan me gewoon niet herinneren of ik het gelezen heb. Nee, en er ontstaat dan, hè, is het gezien, is het gelezen, wist u ervan? Dat is heel moeilijk natuurlijk, hè, als u het zich niet kan herinneren. Maar wat wij in ieder geval wel hebben, is de vastlegging van actiepunten naar aanleiding van de besprekingen en de planning voor de komende tijd. En dan staat er bij factsheet 6, actiepunt, verduidelijken waar precies het memo is besproken. Niet in het MT, niet op ministerie staat er tussen haakjes. En het is actiepunt voor de directeur-generaal Belastingdienst. Daarnaast onderzoeken met wie dan wel precies het memo besproken is. Dat helder beschrijven en vastleggen. Actiepunt, directeur-generaal Belastingdienst. Waarom vinden we hier niks meer van terug in de latere stukken? Ja, goede vraag. Ik weet het niet. De crisisorganisatie moest versterkt worden, want er moest een betere verslaglegging komen. Het was ontzettend druk, er moest iemand nieuw komen. De heer Uilenbroek had zeker nog taken, die krijgt hij hier. Het ging om een memo waarvan dus het belang zeker werd ingezien. Er is hier door mevrouw Kleinert beoordeeld dat ze het belang er niet van inzag. Er is hier door de heer Uilenbroek gezegd dat hij het niet kende. En hier staat gewoon een afspraak dat ermee aan de gang moet worden gegaan. Deze afspraak is ook u te onder ogen gekomen. Of u bij dat gesprek was, kan ik niet zien. Maar hier staat gewoon de actielijst, de actiepunten en daar staat u tussen. Worden die actiepunten niet langsgelopen? Ik begrijp dat ik u teleurstel. Ik weet oprecht niet hoe het gelopen is. Ik weet het niet. Maar legt u het mij dan uit. Oprecht verbaas ik mij over ambtelijke structuren zoals ik de afgelopen dagen heb gehoord. Maar één ding is gelijk in misschien hoe ik soms dingen doe, is dat je een actielijstje maakt. En dat je allemaal aan de slag gaat, je komt terug en je loopt het actielijstje langs. Soms is iets nog niet gelukt, blijft het op het actielijstje staan. Soms is het wel gelukt, ga je er niet mee door, gaat het er vanaf. Hoe gaat dat op zo'n ministerie, in zo'n crisisteam, met zo'n actielijst? Nogmaals, ik weet niet hoe dit gegaan is. En verklaring, geen excuus, want ik heb het mezelf afgelopen dagen ook afgevraagd. Hoe kan dat nou? Ik weet het alleen niet. Het was een rollercoaster. Het waren honderden mails op een dag. Geen excuus, hè? Dus ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid. Ik heb het antwoord alleen niet. Ja. Er is een notitie die in 2017 nog voor de Nationale Ombudsman vaststelt dat de ouders gecompenseerd moeten worden. Die notitie, daarvan zegt de directeur toeslagen en de voormalige directeur Belastingdienst ofwel dat ze de importantie er niet van inzagen, dan wel dat ze hem niet gezien hebben. De voormalige directeur toeslagen zegt, die is gewoon te vinden hoor, die staat gewoon in de archieven. Hij duikt op in de factsheets die de staatssecretaris heeft gehad, die besproken zijn met de staatssecretaris. Hij duikt op in de actielijst, maar hij zit niet meer in de stukken die de Kamer of journalisten krijgen. Ik begrijp dat u het vreemd vindt, maar zo is het gegaan. Ik heb het stuk niet gehad, niet gezien. Ja, er staat een verwijzing in het memo. Ik weet dat stukje niet. Niet gehad, niet gezien, dat kan ik geloven. Er gaan heel veel stukken rond. Ja. Maar hoe kan zo'n actielijst niet zijn opgevolgd?
Ik weet het niet. Of het, ja. Ook die actielijsten kwamen vele nieuwe actielijsten. Ik weet het niet. Ik ga speculeren, moet ik niet doen. Ik heb geen antwoord. We gaan proberen heel snel te achterhalen in onze documenten die we hebben gekregen om te kijken wie er bij dat overleg in die ochtend zijn geweest. En wij komen hierop terug. Ja. Want er zijn mensen bij dat overleg geweest met de staatssecretaris waar deze actielijst is opgesteld. En er zijn dus ook mensen die weten dat die actielijst niet is ingevuld. En de memo van Palme is weer ergens verdwenen totdat die opgevraagd is door de Kamer. Dan gaan we door. De betrokkenheid bij de compensatie voor de ouders. Want inderdaad, op het moment dat duidelijk is dat er zo'n advies zou zijn gedaan in maart 2017, dat die ouders gecompenseerd moeten worden, dan kunnen we ons de noodzaak natuurlijk ook voorstellen bij de minister en de staatssecretaris, dat dat wellicht op dat moment ook moet voor die groep. Nou wil de sociale zaken niet opdraaien voor die kosten. We hebben het daar al over gehad. En wat voor contact heeft u met uw collega's op sociale zaken en werkgelegenheid gehad over de mogelijkheid van compenseren op dat moment? Ik heb niet de indruk dat de kosten enige overweging zijn geweest om wel of niet te compenseren. Dit is, en dat klinkt stom, een soort standaard gedoe tussen departementen, wie betaalt de rekening. Er was geen begin van een twijfel dat de minister en staatssecretaris van Financiën compensatie wilden en dat die betaald moest worden. Ja. Dus het feit dat er kosten waren en hoe die verdeeld waren, heeft bij de besluitvorming geen rol gespeeld. En toch lezen wij in het verkeer binnen sociale zaken en werkgelegenheid, gisteren ook besproken, dat er gebeld is door directeur de directie Financieel en Economische Zaken van het ministerie van Financiën, dat er, ze gaan betrokken ouders met terugwerkende kracht toeslag geven, inhoudelijk terecht. Natuurlijk hij meldde natuurlijk dat er een rekening voor ons aankwam van de hoogte, kon hij nog niet precies aangeven, afhankelijk van de periode, bijvoorbeeld 20 miljoen. Moet onze staatssecretaris dan weer ombuigen? Dat vind ik na het kindgebonden budget wel heel erg zuur. Als MINFIN, ministerie van Financiën, zijn staatssecretaris wil redden, moet hij misschien hiervoor zelf ook de portemonnee trekken. Is er een signaal gekomen vanuit het ministerie van Sociale Zaken op uw tegenniveau, laat maar zeggen, ook de secretaris-generaal? Wij vinden het een supergoed idee als jullie gaan compenseren, maar wij willen niet de rekening. Wilt u dat uit de algemene middelen halen? Kunt u dat verzoek bij de minister van Financiën neerleggen? Ik weet niet of het in de mail van mijn collega stond, maar ik heb begrepen dat sociale zaken de rekening niet bij sociale zaken wilde hebben. Dus dat klopt. In eerste instantie, maar ook ik begrijp dat hoekig overkomt. En wat mijn collega van gisteren zei, dat zijn hoekige mailtjes. Er is niks geheims aan. En tegelijkertijd zijn ze niet bepalend geweest voor het besluit. Dus ja, dat was wel bepalend voor het besluit? Nou, bepalend geweest voor het besluit om in de brief van 11 juni wel een harde intentie uit te spreken, maar geen concreet voorstel te doen, is dat er geen concreet voorstel was wat zorgvuldig genoeg was. Dus er was een voorstel, maar er waren drie type problemen mee. Het voorstel zou een vaststellingsovereenkomst zijn. Een vaststellingsovereenkomst betekent dat ouders afstand moeten doen van rechten. Dat is een wurgcontract. Dat vonden we geen nette oplossing. Dat hoeft niet overigens. Hè? In een vaststellingsovereenkomst kan een partij altijd zeggen, daar ga ik niet mee akkoord of die clausule die roep ik niet in werking. Maar deze uitleg hebben we al gehoord. Okay. Twee keer gisteren. Dat is de reden geweest. De 5.000 euro,
die was een fix bedrag, onafhankelijk van de hoogte van je correctie. Er waren mensen met enorme bedragen. Er was echt de vraag of 5000 euro dan fair is. De derde was, er was nog geen kader, geen regeling, en iemand moest de dossiers herbeoordelen. Wij wilden graag een onafhankelijk oordeel nadat alles wat er was gebeurd. Het leek logisch dat je dat niet alleen bij toeslagen wilde leggen. Dus er was op dat moment geen zorgvuldig goed voorstel. Dus toen is er gekozen voor een harde intentie, druk op Donner en zijn commissie met spoed. Overigens, op dat moment was voorzien dat Donner eind september zou komen. Dat is later geworden. En voor deze groep, en ik herken met u dat het veel eerder had gemoeten, maar er is voor CAF 11 op 24 december betaald. Dus dat is wat het is geweest in mijn beleving. Of er wel of geen voorstellen waren en of er beslisnotities waren. We kunnen er eindeloos over wel eens of niet is, maar dat is voor de reconstructie voor ons. Nee. U zegt, die was er niet, was niet concreet genoeg. Het ging niet om geld, het ging wel om de afbakening. We wilden wachten op Donner. Aanzetten voor een voorstel. Dus ik zeg, er waren aanzetten voor een voorstel. Daar is naar gekeken. Daar is ook naar de landsadvocaat naar gekeken. Dus er waren aanzetten voor het voorstel. Maar conclusie was dat het voorstel niet zorgvuldig en goed genoeg was. Nee, maar er was op 4 en 5 juni echt iets gebeurd. Het was duidelijk geworden, het klopte niet. Die ouders hebben gelijk. Er waren gesprekken geweest met die ouders. De impact was zowel bij mensen van Belastingdienst toeslagen groot, bij de staatssecretaris groot. Iedereen zag, er moet iets gebeuren. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan een half voorstel hebt. We zien ook het advies aan Menno Snel. Ga even bellen met wat collega's. Dat zien we. We zien een voorstel in wording, we zien wat onrust over de hoogte, waar ligt de rekening, maar ook presidentwerking. En de uitkomst zien we ook, en dat is dat het een intentieverklaring is geworden. En wij willen dat graag weten. U geeft dezelfde antwoorden als gisteren. Wij zullen dat op die manier wegen. Ik wil even naar de inhoud van de brief gaan. Of wij wegen dat überhaupt helemaal niet, wij reconstrueren dat. De betrokkenheid van de brief van 11 juni, die was groot, want het ging vanuit het crisisteam onder leiding van de plaatsvervangend directeur, generaal fiscale zaken. Heeft u toevallig, welke bemoeienis heeft u met die brief gehad? Ik heb vele versies van de brief voorbij zien komen. Her en der ziet u ook reactie van mij, wat ik daar wel of niet van vond. In de mail. Dus ik heb meegelezen op. Overigens, heel veel mensen hebben meegekeken, meegelezen. Binnen financiën, andere departementen. Ik heb in een late fase op 10 juni, toen hij bijna af was, de brief ook naar mijn collega SG's gestuurd. Naar 5 betrokken SG's. Dus er is aan heel veel kanten meegekeken, meegelezen. Ook op politiek niveau. Is het benoemen van de wens tot fraudebestrijding, dat tot tunnelvisie heeft geleid, is dat een suggestie van u geweest? In de afstemming vond de DG Belastingdienst dat er te weinig aandacht was voor de context. Wat heeft geleid tot deze tunnelvisie? En het leek mij evenwichtig, met volle erkenning voor wat er mis is gegaan, om ook aandacht voor de context te schetsen. Dus ja, er is een mail van mij aan aan de plaatsvervangend DG Fiscale Zaken, waarin ik zeg, kijk nog naar een passage over de context in overleg met de DG Belastingdienst. Ik heb ook gezegd, ik wil op 10 andere dingen heb ik ook commentaar geleverd, maar ik heb ook aandacht gevraagd voor de context. En dat is terecht, want de context maakt niks goed en verklaart niks goed, maar dus het is fout en tegelijkertijd de context heeft wel een rol gespeeld. Zou het benoemen
dat vanuit de wens tot fraudebestrijding tunnelvisie is ontstaan, uit uw koker kunnen komen? Niet zo. Dus de context moest in de brief. Er is ook nogal wat heen en weer gegaan tussen sociale zaken en financiën. En dan ging het ook wel over van waar ligt nou de bron en de oorzaak. U had het net over de context die directeur-generaal Belastingdienst graag in wilde. En wat als u nu terugdenkt over die brief en die brief weer beschouwt, denkt u dan dat de afdronk in die brief is, het lag toch aan de wetgeving van sociale zaken en we konden niks anders? Of lag het toch ook meer met van ja, daar lag misschien wel een probleem, maar er lagen ook problemen bij de Belastingdienst. Welk evenwicht zou u nu die brief geven? Hè? Was het een uitvoeringskwestie? Was het de wet van sociale zaken? Het was het allemaal. Het was voor ingenomen uitvoering. Het was strikte wetgeving. Een beleid met ook focus op fraudebestrijding. En jurisprudentie die dat bevestigde. Ja. Dus het was het allemaal. U heeft het de hele tijd over vooringenomenheid. Die term die ken ik eigenlijk pas sinds donder 1. Ja, dat klopt. Die heeft een... Maar daarvoor was het ook een wijze commissie. Het heette toen tunnelvisie. Ja. Maar het, de optelsom van dingen... van stopzetten... Collectief stopzetten zonder grond. Ouders niet duidelijk communiceren over stukken. Bezwaar te lang laten liggen. Wat naderhand bleek. Hè, maar dat zijn allemaal stukjes die we toen niet in volle scherpte hadden. De zero tolerance aanpak. En die stukjes, die foto werd volledig helder met Donner 1. En dat is in stapjes gegaan. En Donner heeft er een mooi woord voor gevonden. Structureel vooringenomen. En dat vind ik heel passend. Het crisisteam wordt ontbonden. En er komen er wat zaken op. Want Donner is ingesteld, er is een groot debat geweest. Er komt compensatie voor de KAF 11 ouders. Overigens gaat Donner 1 alleen over KAF 11. Ja. De opdracht was natuurlijk ook om naar aanverwante zaken te kijken. Ja. Dus dat is helaas niet in Donner 1 gebeurd. Maar in juni besluit de staatssecretaris om toch wel iets te doen voor die ouders van KAF 11. En hij schort de lopende invorderingen op. Hebben we het gisteren ook met mevrouw Kleindert over gehad. Maar de invorderingen van die andere zaken lopen door. En die mensen melden zich bij het Landelijk Incassocentrum die dat moeten doen. En u neemt op 24 juli... 2019 het standpunt in om de lopende invorderingen van de overige KAF-zaken niet op te schorten. Waarom koos u voor die lijn? Ik ben blij dat u de vraag gisteren stelde, want het zei me niks. Want 24 juli fietste ik met 40 graden door Corfu. Maar het heeft mij de tijd gegeven om uit te zoeken wat hier is gebeurd. Er is een memo van de ene afdeling van de Belastingdienst naar de ander, waar verwezen wordt naar mij. Mij zei dat niks. Ik ga daar ook niet over. Ik heb het vandaag laten uitzoeken. Ik zoek nou eens uit, waar komt dit vandaan? Conclusie. Iemand dacht dat mondeling gehoord te hebben. Vergissing. Er is op 12 juli, toen was ik al op die fiets in Corfu, met de staatssecretaris gesproken over wat doen we met de overige dwanginvorderingen. Toen is door de staatssecretaris besloten, ik wil hier eerst meer informatie over hebben. Ik beslis hierover aan de hand van een notitie. Ik begrijp, maar ze hebben het braaf voor me uitgezocht, dat daar 24 juli over gemaild is en dat hier verwarring is ontstaan. Dus ik heb hier nooit over besloten en het is ook echt niet mijn bevoegdheid. Overigens is er ook een andere mail waar de DG Belastingdienst ook aangeeft dat dit met de staatssecretaris moet worden besproken. En dat is conform 12 juli. Dus een vergissing gebeurt wel vaker in grotere organisaties dat er ergens onhelderheid ontstaat. Dus het is onhelderheid dat de SG de volgende lijn hanteert ten aanzien van de invorderingsmaatregelen. Dubbele punt.
Ja, maar de SG hanteert geen lijn over de invordering. Dat is niet aan de SG. Dus die mail... Die, het is een notitie van 9 augustus 2019 die zegt... De SG hanteert de volgende lijn ten aanzien van invorderingsmaatregelen. Lopende invordering bij CAF overig. Ten aanzien van deze burgers wordt de invordering niet opgeschort. Burgers die zich melden worden gewezen op de commissie Donner... en krijgen te horen dat zij worden benaderd... zodat de commissie haar rapport heeft uitgebracht. Lopende invordering bij niet-CAF-zaken. Ten aanzien van burgers die met schulden die niet bij een CAF-zaak in beeld zijn... maar die zich toch bij de Belastingdienst melden... omdat zij van mening zijn dat zij behandeld zijn op een wijze... die vergelijkbaar is met CAF 11, wordt de invordering niet opgeschort. Burgers die zich melden worden gewezen op de commissie Donner... en krijgen te horen dat zij worden benaderd... zodra de commissie haar rapport heeft uitgebracht. Dit klinkt als een lijn die ook gehanteerd wordt... dan vervolgens binnen de Belastingdienst, aan de belastingtelefoon... Als mensen bellen. Daar heeft u geen betrokkenheid bij gehad? Dit stuk kende ik niet. Gisteren werd er verwezen naar een mail van 24 juli. Die kon ik niet plaatsen. Dit heb ik uit laten zoeken. Ik heb begrepen dat er op 8 augustus... een notitie naar de staatssecretaris is gegaan. Die heb ik gelezen... Daar wordt gezegd, dit is een vraag die nog open ligt. Dan vraagt de staatssecretaris daar een aparte notitie over. Dus, en op 12 juli is door de staatssecretaris besproken dat hij hier geen besluit opneemt. En op het moment dat hij geen besluit neemt, geldt de standaardlijn zoals die was. U heeft gelijk dat er een overzichtsnotitie CAF is van 8 augustus. Mm-hmm. En ik heb een verkeerde term gebruikt, excuses. Op 9 augustus is er een memo, invordering 8400 posten CAF overig van vaktechniek. En daarin wordt melding gemaakt dat vanuit het ministerie door de secretaris-generaal op 24 juli 2019 jongstleden het standpunt is ingenomen dat op geen enkele manier de invordering opgeschort worden. Ja, ik kan het niet plaatsen. Ik heb dat 24 juli zat ik op die fiets en ik heb dat niet besloten en ik heb geen positie ook met dwang in. Kan dat uw plaatsvervanger zijn geweest? Nee, heb ik vandaag laten ik heb het laten uitzoeken. Het beeld was dat het op 12 juni met de staatssecretaris is besproken. Wat wilt u met de dwanginvorderingen bij andere kafzaken? Toen zegt hij, dat wil ik eerst beter op een rijtje hebben. Ik beslis daar op dit moment niet over. Oké, dus het is eerder met de staatssecretaris besproken. Daar was u bij betrokken? Nee, volgens mij ook niet. Volgens mij was ik toen al op vakantie. Dat weet ik niet zeker. Maar ik heb het, voor zover ik... Dit zat allemaal niet in mijn dossier, heb ik naar aanleiding van gisteren... dat ik dacht, u komt daar vast op terug. Heb ik aan iemand gevraagd, ik werk daar niet meer, dus zoek het uit. Hoe zit het? Mm-hmm. Ja, want ik wil u zo goed mogelijk informeren. Nou, dit is zover ik ben gekomen. Ja. Er wordt dus in de organisatie wel gemerkt dat er, of gevoeld... dat er vanuit het ministerie in ieder geval een standpunt is ingenomen. Heeft u een idee wie dat anders zou kunnen zijn geweest? Wie daar zou bedoeld zou kunnen worden? Nee, ik kan u hier echt verder helemaal niks over melden. Oké. Later wordt inderdaad besloten om de invorderingen niet stil te leggen. Dan is er een officiële notitie voor de staatssecretaris, een gevolgende notitie voor de staatssecretaris. Heeft u die notitie toevallig ook gezien? Dan heb ik het, laat ik het heel concreet zeggen. Er zijn zoveel notities en we willen geen verwarring. Het is al vervelend genoeg dat dit zo in dat memo-invordering... Ja, vind ik zeg het zelf ook. Ja, dat vervelend. Snap ik. Ik snap dat vervelend is. Ja. Maar dan heb ik het over de notitie van 23 augustus 2019. Dan is er een notitie aan Menno Snel waarin wordt gezegd... En er is het vanochtend ook over gegaan met de heer Uilenbroek, dat geadviseerd wordt niet te kiezen voor het invorderen, stoppen van invorderen of het schorsen van invorderen, zoals wel bij CAF 11 is gedaan. En bent u betrokken geweest bij dat advies? Nou, dat is echt een advies vanuit de uitvoering. En het kan goed dat ik er... dat die notitie via mij is gegaan. Hè? Dus daar loop ik niet voor weg. Ik had
geen aanleiding om hier iets anders te vinden dan de Belastingdienst. Heel simpel. Ja. Ik heb gewoon geen verstand van invorderingsmaatregelen en de gevolgen, et cetera. Nee. Dus ik heb hier geleund op het advies van de mensen die er verstand van hebben. Er wordt een crisisteam ingesteld omdat iedereen zo begaan is met de positie van die ouders. Hè, dat is naar aanleiding van de Raad van State uitspraak. Want het gaat om de ouders. Dan wordt dat crisisteam wordt na het debat, wat hoog opliep, weer ontbonden. Ja. Vervolgens verandert er helemaal niks voor die ouders, want de opschorting gaat door. Kunt u zich voorstellen dat dat een gekke afdronk is van die crisisorganisatie? En van die hele periode van de wens tot compensatie, wie betaalt de rekening, al dan niet, welke precedentwerking is er, al dat hele drukke bestuurlijke gedoe, wat in het kader zou zijn geweest van al die ouders, dat dat een nare afdronk heeft voor dat besluit dat die opschorting dan doorloopt. Of die invordering dan doorloopt. Alle begrip voor de nare afdronk. Dus ja, die snap ik. En tegelijkertijd gebeurde er niet niks. Want de dwanginvordering van CAF 11 werd gestopt. En van die andere zaken, maar dan bevind ik me op glad ijs, want u weet het vast beter dan ik. Daar werd wel gezegd dat er geen onomkeerbare stappen, meen ik uit die notitie te hebben gehaald, werden gezet van verkoop, et cetera. Dus de standaardinvordering voor die andere kafzaken ging door, maar er werden geen andere onomkeerbare stappen gezet. Dus ja, ik heb begrip voor de bittere afdronk. En tegelijkertijd, er gebeurde niet niks. Oké, dus mensen hadden wel loonbeslag, hadden verrekenen van toeslagen die ze nodig hadden voor het betalen van hun huur en hun zorgtoeslag of hun zorgpremie. Dus hun auto werd van de weg gehaald als ze die al hadden. Het enige wat was besloten, laten we de huizen maar niet verkopen van mensen. Dat was de vrijheid die eigenlijk aan het landelijk incassocentrum werd gegeven om enige coulance te hebben. Want het was een verzoek van het landelijk incassocentrum. Wat doen we met deze mensen? Gaan we daar verder? Er is veel teruggekeken de afgelopen tijd door heel veel mensen. En met de kennis van nu is het makkelijk redeneren. Maar dit is nog vrij recent. En stel nou dat dit een een hoger beroep voor die mensen. Hè? Er was toch nog een keer iemand die er naar keek, onafhankelijk, de commissie Donner. Was het dan niet heel logisch geweest om lopende dat hoger beroep, die opnieuw die beoordeling, om die hele forse gevolgen van het hebben van loonbeslag, het verrekenen van die toeslagen, je auto kwijtraken omdat je in een fuik van de Belastingdienst rijdt, om dat dan gedurende dat hoger beroep op te schorten? Ik snap uw punt. Tegelijkertijd hadden we over die overige kafzaken nog niet het beeld wat we naderhand hadden. Dat was weer Donner 2. Dus dat beeld was nog niet zo scherp. Vanuit de rol van de SG, er is het uitgebreid in de notitie neergelegd. Wat is het? Wat betekent het? Is het vervolgens met een advies van degene die over de uitvoering gaat, en is het vervolgens politiek besproken en besloten? En met de kennis die er toen was, en die is anders dan de kennis die we nu hebben. Dus met de kennis die er toen was, is dit besloten. Ja, dat besluit is niet medegedeeld aan een Tweede Kamer. Sterker nog, ook dit staat in de notitie, waarom heel vaak is gevraagd. En waarom is dat zo, denk ik, dat we daar vaak om moeten vragen? Omdat de redenen redelijk ontluisterend zijn als het gaat over de problematiek, bijvoorbeeld van wat de heer Uilenbroek vanochtend zei, van ja, principes van de rechtsstatelijkheid. De redenen waarom zo'n maatregel niet geadviseerd werd te nemen,
omdat het kon worden uitgelegd alsof de Belastingdienst inmiddels tot de conclusie zou zijn gekomen dat in overige kafzaken ook van alles mis zou zijn, de conclusie ontijdig zou zijn, gelet het adviesverzoek aan de ADR, was toen nog niet gedaan. Bovendien zijn er andere nadelen aan dit scenario. Afbakeningsproblematiek, terwijl het LIC zei het gaat om 8.400 mensen. Het risico van precedentwerking, het mislopen van belastinginkomsten en de arbeidsintensiviteit van de uitvoering daarvan. Denkt u dat zo'n besluit aan de Kamer gemeld had moeten worden? Ik denk het eigenlijk niet. Ik geef het woord aan mevrouw Belheim. Ik wilde, voordat we verder gaan met het volgende onderwerp, eigenlijk nog twee kleine dingen vragen. Had ik u nou net horen zeggen dat u geen verstand heeft van invorderingsmaatregelen? Dat was wat... ja, dat heeft u mij horen zeggen. En was misschien niet helemaal netjes geformuleerd. Er zijn, hè, dat is die eindverantwoordelijk voor de portefeuille. En invordering is echt een vak en het is niet het mijne. En daarvoor heb ik gelukkig heel veel mensen wiens vak dat wel is. En dus... nee, ik ben geen invorderingsspecialist. Maar het is mede omdat u bedrijfseconomie heeft gestudeerd. U heeft gewerkt als directeur financieel-economische zaken. Algemene bestuursdienst. U heeft een financieel-politiek-bestuurlijke carrière altijd gehad. En invorderen is natuurlijk eigenlijk heel simpel. Namelijk, je vordert geld in of spullen in. Dus ik begrijp niet uw opmerking dat u daar geen verstand van heeft. Omdat ik denk, letterlijk de uitvoering daarvan misschien wel, maar... Het fenomeen invordering begrijpt u toch wel? Ja. Oké. Het is ja of nee. Als u het niet begrijpt, dan is dat zo. Maar... Ik begrijp het fenomeen, maar ik heb geen kennis en ervaring van de regels die daaronder liggen. En heeft u er achteraf spijt van dat u dat toen niet wist? Mede in het verlengde wat Renske Leijten aangaf, wat de consequenties zijn van invorderingen? Ik heb van veel dingen spijt, maar als secretaris-generaal is dat mijn rol echt niet. Wat is uw rol niet, om te weten hoe het zit? In persoon ben ik niet degene die op al die stukjes exact moet weten hoe het zit. Je moet een systeem maken dat de goede kennis op het juiste moment... Nee, dat begrijp ik. Dat gaat natuurlijk over algemeen, het besturen van een ministerie... Maar het gaat hier specifiek om een zaak waar u een half jaar van tevoren actief bij betrokken raakte. Dus ik heb het hier niet over allerlei onderwerpen binnen het ministerie. Het gaat over iets waar een crisisteam van was, waar veel gedoe over was, veel debatten over waren. En daarom dacht ik, ik vraag het u gewoon hoe dat zit. Ik had ook nog één kleine vraag over de precedentwerking en over of nou financiële afwegingen een reden zijn om wel of niet... destijds iets te doen voor mensen. En je ziet ook in die eerdere notities zie je heel erg ook het juridische advies, let op precedentwerking. En dat kennen we, dat horen we vaker natuurlijk, precedentwerking. Maar precedentwerking heeft toch, gaat het nou vaak over precedentwerking of gaat het nu ook vaak over de financiële consequenties van de precedentwerking? Herkent u deze... Er is naar alle twee gekeken en ze zijn beide niet bepalend geweest. Dat begrijp ik, maar je hebt een financiële tegemoetkoming aan zich. Ja. Of het aspect dat als iets een precedentwerking heeft, dat betekent als we het ene doen voor de ene persoon, dan mogen we als overheid geen willekeur toepassen, dus dan heeft dat consequenties voor heel veel anderen. En als iets heel veel consequenties heeft voor anderen, consequenties voor een overheid, dan kan dat heel veel geld kosten. En is dus het afgeleiden van een precedentwerking soms een enorme financieel bedrag wat je nodig hebt? Snapt u wat ik bedoel? En is dus bij die discussie over de precedentwerking de financiële consequenties niet... Heeft dat niet ook een rol gespeeld? Naar mijn
beste weten en herinnering heeft dat geen rol gespeeld. Hè? Ik bedoel, nee, heeft dat geen rol gespeeld. Okay. Het moest wel goed uitgezocht. Je moet weten wat je beslist. Maar het heeft geen rol gespeeld. Okay. Dat is duidelijk. De minister van Financiën heeft natuurlijk uiteindelijk, en het is nog niet allemaal uitgevoerd, maar dat wordt natuurlijk gecompenseerd. Dat kost geld en terecht. En het feit dat het geld heeft gaat kosten, heeft geen rol gespeeld. Duidelijk. We gaan inderdaad ook even naar de minister van Financiën. Vanaf maart 2019 wordt de minister van Financiën vaker geïnformeerd over de kinderopvangtoeslag. Weet u op wiens verzoek dat was? Ik denk op het zijne of... nee, ik denk op zijn verzoek. Dat is een belangrijk dossier. Oké. Okay. De minister van Financiën krijgt de spreektekst van de staatssecretaris over het compenseren van de KAF 11 ouders ten behoeve van de ministerraad van 7 juni 2019 voorgelegd. Weet u wat het standpunt van de minister was over het compenseren van ouders? Hij heeft eerder met de staatssecretaris gevraagd om een regeling te ontwerpen. Kunt u dat nog één keer halen? Het verzoek om na te denken over compensatie kwam van de staatssecretaris en de minister. Dus het ziet u ergens ook in de stukken. Dus het was een verzoek van beiden. Oké. Okay. Weet u toevallig of de heer Uilenbroek dit ook wist? Dat dit het standpunt was van de minister? Ik weet niet wat de heer Uilenbroek in dit geval wist. Ja, ik vraag het ergens u. Staat volgens mij in de notities... of in het dossier staat op verzoek van beide bewindslieden treft u hierbij aan voorstellen of aanzetten voor een voorstel voor compensatie. Ja. Na de zomer van 2019 schuift de minister, de heer Hoekstra, vaker aan bij overleggen over de kinderopvangtoeslag. Er is besloten dat hij een grotere rol krijgt in het dossier. Weet u dat toevallig? Er is niet één besluit, maar de minister maakt zich zorgen over het dossier. Oké. En is dat, door wie is dat besloten dat de minister een grotere rol nam in dat dossier? Ja, er is volgens mij niet echt een besluit. Uiteindelijk is de minister de politieke eindverantwoordelijke. En die maakt zich in toenemende mate zorgen over het dossier... En wordt vaker geïnformeerd en bij belangrijke dingen betrokken. Dat is eigenlijk een heel gebruikelijke gang van zaken. Dus u weet niet op wat voor manier dan ook of... Ja, u zegt besluit en ik heb geleerd de afgelopen week... als je tegen een ambtenaar zegt besluit, dan gelden er allerlei regels voor. Maar ik bedoel, een besluit is een... moment dat gedacht werd, misschien is het goed dat de minister hier een grotere rol in speelt. Nee, zoals u volgens mij ook gekregen heeft, hè, we hebben iedere maandag is er ministerstaf en dit onderwerp kwam steeds vaker op de ministerstaf aan de orde. Het kan goed dat de minister zegt, hou me op de hoogte, informeer me, et cetera. Dus vrij standaard gang van zaken. En dat is niet één moment van nul betrokkenheid naar alles, maar een toenemende betrokkenheid. Ja, maar u heeft dan ook contact met de minister even op dat moment en met de staatssecretaris. Ja, beide. En ja. Op verzoek ziet u af en toe, bestuursondersteuning informeert de minister ook af en toe. Als er veel gebeurt, dan krijgt hij een overzichtje. Volgens mij heeft u al die mails van dit en dit zijn de belangrijke dingen die er gebeurd zijn. Oké. Okay. Heeft u de uitspraak van de Raad van State van 8 maart 2017, waarin werd geoordeeld dat de Belastingdienst onzorgvuldig heeft gehandeld bij het stopzetten van toeslagen, besproken met de minister? Nee, volgens mij hebben we het daar eerder over gehad. Ik kende die uitspraak niet tot de ombudsman. En dat was dan... Augustus 2017. Augustus 2017. Heeft u toen met de minister besproken? Nee, dat was toen denk ik nog... Nee. Dan ga ik de vraag anders stellen. Heeft u op wat voor moment dan ook, informeel of formeel, dit met de minister besproken? En zo ja, wanneer was dat? Wat bedoelt u met dit? De uitspraak van de Raad van State.
waarin wordt geoordeeld dat de Belastingdienst onzorgvuldig heeft gehandeld bij het stopzetten van toeslagen. Vanaf 2019 is de minister regelmatig betrokken en besproken bij het ombudsmanrapport en dus ook bij het onrechtmatig stopzetten. Dat begrijp ik, maar we hebben helemaal in het begin hebben ook heel erg gesproken over wat is uw rol in zo'n organisatie. Ja. En we hebben ook met elkaar kunnen constateren dat als er iets aan de hand is, dat u een belangrijke functie heeft tussen wat gebeurt in de ambtelijke organisatie, wat heeft een minister of een staatssecretaris nodig in relatie tot de Tweede Kamer of de samenleving. Dus daarom stel ik de vraag aan u, heeft u op wat voor moment dan ook, formeel of informeel, de uitspraak van de Raad van State gedeeld met de heer Hoekstra? Ik heb van het moment dat ik betrokkenen raakte, heb ik de heer Hoekstra geïnformeerd over wat er speelt en wat daar liep. U geeft geen antwoord op mijn vraag. Eigenlijk heel simpel. Het is namelijk ja of nee. Het gaat namelijk specifiek over een uitspraak. Ik vraag niet in generieke zin wanneer u erover gesproken heeft. Dus ik zou het gewoon heel prettig vinden als u die vraag beantwoordt. Ik heb niet specifiek met de minister over de uitspraak van de Raad van State gesproken. Overigens heeft niemand ooit met mij specifiek over de uitspraak van de Raad van State gesproken. Er is over gesproken in het kader van de ombudsman en de follow-up. Oké, en toen er op dat moment, dat op het moment dat u het wist, kunt u niet aangeven wanneer u dit met de minister van Financiën heeft besproken? Nee. Oké. Heeft u het instellen van een crisisorganisatie rond CAF 11 met de minister besproken? Ja. Kunt u daar iets meer over vertellen? Ik heb met de staatssecretaris het idee van versterken van de coördinatie komt uit het overleg met de staatssecretaris. Zag de minister meerdere malen op een dag, heb gezegd de staatssecretaris wil versterking, wij denken dat zo te doen. Wat vind je daarvan? Okay. Nou, leek hem verstandig. Duidelijk. Heeft u het ADR-onderzoek naar overige kafzaken met de minister besproken? Het ADR-onderzoek is pas uitgekomen na mijn vertrek als SG. Oké. Dan moet ik even kijken wanneer u inderdaad, maart 2020, ja. Heeft u het proces en inhoud van de brief van 11 juni 2019 over de CAF 11 zaken met de minister besproken? Ja. Oké. Okay. Heeft u het doorlopen van terugvordering in de overige CAF zaken met de minister besproken? Het doorlopen van terugvorderingen, dat zijn de dwanginvorderingen. Ik zei het een andere klemtoon, het laten doorlopen. Dus dat het geld maar bleef afgepakt worden van de mensen en hun auto's en al die dingen waar we het net over hadden. Niet dat ik me herinner. Op dit onderwerp heb ik ook richting de staatssecretaris geen actieve rol gespeeld. Het kan dat in een van die overzichten die de minister kreeg. En sowieso krijgt de minister standaard een kopie van alle notities die naar de staatssecretaris gaan in kopie naar de minister. Maar dit heb ik niet actief met de minister besproken. Heeft u dit passief op wat voor manier dan al indirect de boodschap over laten brengen bij de minister? Heeft u iemand dat verteld en die zei, nou, ik spreek de minister nog volgende week, ik geef het al even aan hem door? De notitie over de dwanginvordering van 23 augustus is in kopie naar de minister gegaan. Want alle notities aan de staatssecretaris gaan in kopie naar de minister. Heeft u gevraagd aan iemand om dat expliciet te doen? Of was het gewoon vanzelfsprekend? De notities gaan standaard. De minister kreeg op een gegeven moment overzichten wat er is gebeurd. Dat heb ik gevraagd. Stuur de minister af en toe een overzicht, dat die op de hoogte is. Ik heb niet scherp wat daarin staat over de dwanginvordering bij andere kafzaken. Nee, het gaat niet inderdaad, dat is net besproken, maar ik vraag het even wat breder of u op een andere manier
wel. Ja, ik heb de minister heeft geïnformeerd. Het kan op allerlei manieren. Het kan bij de koffieapparaat, ja. Het kan bij een overleg zijn geweest. Het kan zijn dat u iemand heeft gevraagd om het te doen. Nee, maar het was een belangrijk onderwerp in 2019. De minister vond het ook belangrijk. De minister kreeg dus af en toe van die updates van bestuursondersteuning. Zie je ook dat hij, als hij niet in huis was, dat we hem brieven mailen. Dus hij is op allerlei momenten, zowel formeel als informeel, op de hoogte gehouden. Ja, en dus niet direct door u, informeel of formeel of door iemand ook, anders. Ook. We hebben iedere ochtend een kort actua-overleg. Maar het is wel even, voor ons is dat, u gaat het meteen duiden, voor ons is het gewoon even relevant om te weten dat u zegt van ja, ik heb hem wel gesproken daarover. Maar dat gaat op hoog abstractieniveau. Hoe hoger willen we het nog hebben over het laten doorlopen van invorderingen? Dat staat in die notities. Ik kan me niet herinneren dat het laten doorlopen van invorderingen expliciet met de minister is besproken. Nee, maar u heeft het over notities. Ik heb het over uw gesprek met de minister. Op welk abstractieniveau heeft u daar wel over gesproken dan? Ik kan me niet herinneren dat ik met de minister over die invorderingen heb gesproken. Net gaf u aan dat u dat wel heeft gedaan. Dan is het goed dat we dit verhelderen, want ik heb de minister tussentijds geïnformeerd over het verloop van CAF 11 en de overige CAF-zaken. En in brede zin de kinderopvangtoeslag. Of daar die dwanginvordering aan bod is gezet, ik weet het niet. Wat weet u nog wel? Ja. Zeker, voorzitter. Ik zit nou een tijdje te luisteren. Ik denk even, wat doen we hier nou met elkaar? Kijk, u bent 6,5 jaar secretaris-generaal geweest van niet een misselijk ministerie. Dus ik denk dat u een uitermate adequaat iemand bent. Terwijl ik hoor u bijna denken. Hè? Dus nu dan zit u gewoon bijna te peinzen zo hard. En ik heb het idee, wat gebeurt er nou aan uw kant? Kunt u zich het echt niet herinneren? Of is het, ik zet het maar even op tafel, is het de bedoeling om niet te specifiek te antwoorden? Nou, die suggestie vind ik erg. Ik zit hier mijn uiterste best te doen, u zo goed mogelijk antwoord te geven. Maar daarom vraag ik het ook. Ik snap het gewoon niet. Want die indruk die wekt u ook. Aan het begin hebt u echt gezegd dat het u raakt, het onderwerp. Het onderwerp raakt me. Ik probeer u zo goed mogelijk antwoord te geven. Tegelijkertijd, en ik zeg het niet als excuus, er speelde in die 6,5 jaar ook de bankencrisis, de eurocrisis, de economische crisis, de openbare financiën. Ik vind het vervelend om te zeggen, maar dit was ook in mijn dag één van de heel vele onderwerpen. Iedere dag kwamen er op mijn notitie 20 tot 40 dossiers, notities voor de minister, die naar de minister en de staatssecretaris moesten. En tussen die 20 tot 40 notities wisselt een beetje van de dag. Hoe erg dit ook is, dit was er één van. Maar naarmate de tijd vordert, zal dit toch wel een fors dossiertje zijn geworden, of niet? Natuurlijk was het een fors dossier, maar er speelde ook op dat moment nog heel veel andere dossiers die ook mijn aandacht vroegen. Van de minister en van de staatssecretaris. Dus het was ook in die dagen niet het enige onderwerp waar ik mee bezig was. Het ging ook over de overheidsfinanciën. Het ging ook over. Dus ik doe mijn uiterste best om dingen terug te halen, maar ik deed op zo'n dag ook nog 20 andere dingen. En ik heb me zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Maar als u dingen vraagt die niet in mijn dossier zaten, dan weet ik het gewoon niet. Nee, maar dan raad ik u aan om dat gewoon ook zeggen. Dat helpt ons dan een beetje. Voor mij is ook de vraag van, misschien stellen wij dan op de verkeerde manier vragen aan u. Vandaar dat ik het even aan de orde stel. Maar, ik ben blij dat u het aan de orde stelt. Maar u stelt mij gedetailleerdere vragen dan ik in staat ben te antwoorden. En wat mijn fout is, dat ik u graag goed wil antwoorden. Maar ik kan die vraag niet beantwoorden. Ik heb me met die dwanginvordering
niet bemoeid. Nee, u maakt geen fouten, maar ik in mijn rol van voorzitter wil ook echt u de gelegenheid bieden om optimaal hier uw informatie te spuien en ons de gelegenheid te bieden zo goed mogelijk de informatie, ja, het klinkt een beetje plastisch, uit u te halen. Vandaar dat ik deze interruptie even pleeg. Dank u wel, maar op verschillende onderwerpen zoekt u bij mij meer informatie dan ik u kan geven. Goed. En dat vind ik ook vervelend, want u doet belangrijk werk, maar ik heb niet meer informatie. Goed, we gaan door. Dank, voorzitter. Het gaat niet over meer informatie. Het ging even waar we gebleven waren over die invorderingen en dat u ook net even aangaf. Ja, ik sprak met de minister dagelijks of was dat op zoiets, gaf u aan. Corrigeer me vooral als ik dat niet goed zei. Om even te toetsen gewoon hoe de minister werd geïnformeerd en dus onder andere ook over die terugvorderingen. Nu, misschien heeft u het geen letterlijke terugvorderingen genoemd. Misschien heeft u gezegd het grote probleem van de ouders, het maakt niet uit welke bewoordingen, maar of u dat besproken heeft met de minister. Weet ik niet. Is er nog iets wat u wel weet, wat u in dat gesprek waar u net aan refereerde, wat u besproken heeft? Nee. Helemaal niets. Sorry, u zei het zo zachtjes. Nee, mag ook nee zijn. Over dit punt van die dwanginvordering weet ik het niet. Nee, maar ik stelde daarna, dat was duidelijk. U gaf aan, dat weet ik niet. Toen stelde ik u de vraag, is het op een andere manier besproken? Hè? Ik bedoel, het gaat niet over letterlijk terugvorderingen. Het kan ook in andere bewoordingen zijn geweest of iets wat hieraan raakt. Heeft u dat in dat gesprek met de minister besproken? Dat weet ik niet. Wat weet u nog wel wat u besproken heeft? Op dit gerelateerde onderwerp weet ik niet of ik het met de minister heb besproken. Ik denk het niet. Dat heeft u nu een paar keer beantwoord. Ja. Dat is hartstikke goed. Alleen mijn vraag was, de volgvraag was, wat heeft u wel besproken in dat gesprek? Excuus, ik begrijp u gewoon niet goed. Wat u bedoelt met dat gesprek. De minister werd via notities geïnformeerd, kreeg per mail een update. En we hadden in de ministerstaf of 's morgens een korte update. Ja. En dan ging het over, vandaag gaat er een brief uit. Dus dat gaat niet over de inhoud. Of er gaat een brief uit. Of dit staat er in de krant. Of dit zoeken we uit. Dat begrijp ik. En maar dat is ook geen dieper gesprek dan dit. Nee, maar mijn vraag is ook niet of u dieper wil maken. Mijn vraag is heel simpel. Wat er besproken is in dat telefonisch overleg. Wij kwamen er namelijk op, niet omdat ik het zelf opbracht, maar omdat u dat op een gegeven moment aangaf. En u aangaf, het ging over de toeslag, het ging over hoe het ging bij de CAF. Dat zijn niet de dingen die ik hier heb verzonnen. Dat heeft u zelf gedaan. Toen dacht ik, hé, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Hè, want dan vind ik het interessant wat de minister wel wist. Het gaat hier niet over goed of fout. Ik wil gewoon weten wat u besproken heeft met de minister. In dat gesprek waar u nu zelf net refereerde, telefonisch. Daar heb ik verwarring gecreëerd. Okay. Er was een soort standaard update, het actua-overleg. En daar is dit onderwerp als thema, waar zijn we deze dag mee bezig, langs geweest. Het thema kinderopvangtoeslag. Ja. Oké, nou, dat was toch een stuk makkelijker dan gedacht. Dank daarvoor. Ik ga naar september 2019. Daar komt wordt er een interne evaluatie geconcludeerd dat de basisvoorwaarden niet aanwezig waren om vanuit de Belastingdienst de juiste informatie beschikbaar te krijgen. U was op dat moment ongeveer 6 jaar secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Wat heeft u zelf gedaan om de informatievoorziening vanuit de Belastingdienst te verbeteren? De eerste keer dat de informatie van de voorziening van de Belastingdienst scherp op tafel kwam, was met de commissie onderzoek Belastingdienst. Die signaleert dat de informatievoorziening ontoereikend is. Die doet daar een aantal voorstellen voor, van verbetering van governance, structuur, checks en balances, dus anders inregelen. Voordat u verder, dat is dus die reflectie?
Nee, dat is de commissie onder Borslap Joustra. Oh ja, ja. In Borslap Joustra, begin 2017, ja. Heeft serieuze aanbevelingen over de sturing en besturing van de Belastingdienst. Vindt dat er een nieuwe topstructuur moet komen. Er is een nieuwe DG gekomen, die is aan de slag gegaan met de topstructuur. In dat rapport wordt iets gezegd over de inbedding van de Belastingdienst in het departement. Dat heeft tot een nieuwe governance geleid. Ook met de relatie met DGFZ, het kerndepartement en de Belastingdienst. Er is ook iets gezegd over de SG-functie en de checks en balances op de Belastingdienst. Dat heeft geleid tot de PSG-functie, de hoofddirectie VES op juridische zaken die zich ook meer op de Belastingdienst gaat richten en op bestuursondersteuning. Dus er is veel gebeurd in het kader van governance, sturing en structuur. Er zijn in dat kader ook afspraken gemaakt over de stukkenstroom. Excuses, u zag mij even overleggen, omdat ik even twijfelde over of we het over hetzelfde rapport hadden. Ik heb het inderdaad over die interne evaluatie of reflectie die gedaan is. Terugkoppeling reflectie CAF 11. Ja. Ja. Dus dat wilde ik even toetsen, vandaar dat u mij zag praten. Ja. En ik onderbrak u. Ja, want dan moet ik even terug naar uw vraag. In september 2019 wordt in een interne evaluatie, deze evaluatie, geconcludeerd dat de basisvoorwaarden niet aanwezig waren om vanuit de Belastingdienst de juiste informatie beschikbaar te krijgen. Nou, u was 6 jaar al SG en vandaar de vraag inderdaad, wat was uw eigen rol daarin? Ja, toen gaf ik aan dat ik was 6 jaar SG, maar dat het een probleem was, was helder sinds 2017. Commissie Onderzoek Belastingdienst, daar zijn maatregelen op gezet van sturing. Structuur en governance, vernieuwde afspraken over de stukkenstroom. Dus van de DG naar de SG, naar de minister. En ik heb bij de komst van de nieuwe DG die informatievoorziening heel nadrukkelijk als zijn opdracht meegegeven. Dus hoe vond u dat hij die opdracht uiteindelijk uitvoerde? Volgens mij is er heel veel gebeurd op sturing, structuur, ook op beter vastleggen van nieuwe zaken. Dus strakker over verslagen. Dus er is qua formalisering door de DG veel gebeurd, ook in structuur en orde. De Belastingdienst is een hele grote, complexe organisatie. 30.000 mensen, douane, FIOD, toeslagen. Enorm groot, heel complex. De informatievoorziening bij toeslagen is, Donner heeft dat heel netjes beschreven, maar ingericht om de dagelijkse gang te laten werken. Namelijk, het gaat nu naar een detailniveau waar de vraag niet over ging. Nee, geeft niet. Ik bedoel, de informatievoorziening op dit onderwerp heeft niet voldaan aan de standaard. Niet aan ieders standaard. Daar zijn tussentijds door de DG, de staatssecretaris en mij pleisters opgeplakt. U zegt pleisters, want we hebben natuurlijk ook de directeur-generaal Uilenbroek hier gehad. Ja. En die heeft dat volgens mij ook opgenomen als iets wat hij heel belangrijk vond. En na 100 dagen... Ja. Maar dit is ongeveer al 3 jaar nadat hij die 100 dagen had gehad. En dat was dus blijkbaar zijn opdracht om dat goed te organiseren. Vindt u het dan niet bijzonder dat je in september 2019 tot de conclusie komt dat het eigenlijk niet zo goed loopt met die informatievoorziening? Hij heeft daar echt veel gedaan. Okay. Aan structuur en hij heeft echt veel gedaan. Het probleem hier is dat dit dossiers zijn uit 2012, 2013 en 14. Oké. Okay. En dat gaat over enorme aantallen. Ik kijk naar de voorzitter. Gewoon omdat het kan ook. Maar wilt u iets zeggen? Nou, wat mij betreft rondt u het gewoon even af, uw deel.
In de evaluatie staat ook dat de cultuur binnen de Belastingdienst door het kerndepartement wordt ervaren als zelfbeschermend en te weinig kritisch. Toetsing door het kerndepartement werd door de Belastingdienst gewantrouwd door de Belastingdienst en gezien als te gedetailleerd. Wat heeft u ondernomen in uw periode om de relatie tussen het kerndepartement en de Belastingdienst te verbeteren? En als u mij en andere mensen die mee willen kijken wilt helpen, dan legt u nog even het verschil uit tussen dat kerndepartement en de Belastingdienst. Ja, financiën bestaat uit allerlei verschillende stukken en het allergrootste onderdeel is de Belastingdienst. 30.000 mensen, toeslagen, douane, fiat en belastingen. Ja. Belastingen zitten door heel Nederland verspreid, de Belastingdienst. En de Belastingdienst heeft heel lang een hele autonome positie gehad. Dat staat in Boslab Joustra. In reactie daarop is gezegd, het Belastingdienst moet meer onderdeel van het departement worden. Daar zijn allerlei maatregelen op getroffen. Van governance, van structuur. Er moest meer samengewerkt. En dat was ook wennen. En u heeft gekregen het onderzoek van de ADR naar ongeschreven regels. En dus gewoon verschillen in hoe je werkt. Met heel nadrukkelijk als doel om handvatten om de samenwerking beter te krijgen. Dus er is geïnvesteerd in waar zitten de verschillen, zodat we die konden aanpakken. Er is geïnvesteerd in het verhaal van financiën. Er is geïnvesteerd in hijsessies, gezamenlijke taal, in gezamenlijke bijeenkomsten op allerlei niveaus. Dus gedeeltelijk echt andere rollen. En tegelijkertijd toenemend belang van samenwerking. En er is echt gewerkt met een gezamenlijke missie, visie, om die gezamenlijkheid te versterken. Oké, en er was dus, als u dit vertelt, dan was het blijkbaar nodig om dat te doen op basis van die interne evaluatie. De interne evaluatie krijgt, de heer Uilenbroek zei daar ook iets van, wel heel veel. Het was in mijn beleving een klein ding. We hadden een aantal weken een hulpstructuur. Daar was een van de DG's niet gelukkig mee. U gaat een beetje te hard. Want ik hoorde u ontzettend enthousiast praten over alle dingen die er gebeurd zijn. Naar aanleiding van toen ik u vroeg, hè, van hoe die cultuur werd ervaren. En hoe dat kerndepartement en dan de Belastingdienst samenwerkt. Beschrijft u zo mooi van wat er allemaal is gebeurd om wel dicht bij elkaar te komen. Ja, want ik geloof heel erg dat we het samen moeten doen. Ja. Samen met SZW, ja. Financiën en SZW, maar ook het kerndepartement en de Belastingdienst. We kunnen de samenleving uiteindelijk alleen maar helpen als we veel meer en beter samenwerken. Ja, dus daarom word ik enthousiast over die samenwerking, omdat het belangrijk is. Ja. En dat begrijp ik helemaal. Goed dat u dat benoemt. Er ligt dus die interne evaluatie. Er waren al een aantal initiatieven genomen. Onder andere op die informatievoorziening. Maar ook over die cultuur waar we het net eigenlijk over hadden. Dat heeft u nu goed uitgelegd. Maar wat mij wel een beetje verbaast is omdat wij vanochtend een gesprek hadden met de heer Uilenbroek. Die eigenlijk zei, deze hele interne evaluatie die deugt niet. Klopt niks van. Sterker nog, hij heeft er een e-mail over geschreven om uit te leggen dat wat hier staat, en op basis van waar u net ook een beschrijving geeft van waarom er hele snelle stappen zijn genomen om dingen te verbeteren. En mijn vraag is aan u, bent u het eens met de heer Uilenbroek? Ik denk dat de evaluatie van dit stukje, die samenwerking, is een breder traject. Mijn vraag was heel simpel. De heer Uilenbroek gaf aan dat deze interne evaluatie niet deugt. En mijn vraag aan u is, bent u het daarmee eens? Ja of nee? Er is een kortdurende andere werkwijze op verzoek van de staatssecretaris licht geëvalueerd. Die had niet de intentie om. Het was die hulpstructuur, zoals ik het noem, was een tijdelijke lichte hulpstructuur. Daar is op verzoek op teruggekeken. Het is niet bedoeld als een enorme evaluatie. Dat is mijn vraag niet. Nou,
Mijn vraag is heel simpel. De heer Uilenbroek heeft hier verklaard onder Ede dat hij vindt dat dit interne rapport, waar het gaat over de zelfreflectie en de dingen die er aanbevelingen en de aanbevelingen, dat dat niet klopt. En mijn vraag aan u is, bent u het eens met de heer Uilenbroek, ja of nee? Ja, ik heb geen ja of nee. Voor het doel was dit een prima exercitie. Ik heb geen ja of nee. Ik ga toch nog één keer de vraag stellen. Want het is wel een vraag die je met ja of nee kan beantwoorden. Ja, want de vraag is namelijk of u het eens bent met iemand die beoordeelt. Niet hoe je het taxeert of waar, in welke context. Gewoon iemand die hier onder Ede verklaard heeft dat dit interne rapport niet deugt. En ik vraag aan u of u het daarmee eens bent. En daar kan je ja of nee op beantwoorden. En er is ook geen goed of fout. Het is gewoon ja of nee. Maar u gaat over uw vraag, maar uiteindelijk ga ik over mijn antwoord. Voor het doel was het een prima evaluatie. Voor het doel was het dus een prima evaluatie, dus u bent het niet eens met de heer Uilenbroek. Dat is uw conclusie. Dat is mijn vraag aan u. En ik verhoor u. Ja. En u dient antwoord te geven op de vragen die ik stel, hoe vervelend dat ook is. Dat is zoals het hier werkt. Voor het lichte doel vond ik dit een afdoende evaluatie. Dus u vond het een goede evaluatie en de heer Uilenbroek niet, dus u bent het niet eens met hem. Klopt dat? Voor het lichte doel vond ik het een afdoende evaluatie. We gaan denk ik schorsen, maar ik stel voor dat we dit gesprek anders straks even voortzetten, want ik heb geen antwoord. Dat gaan we straks zien. Ik stel voor dat wij even gaan schorsen, want we zitten al bijna 2,5 uur met elkaar te praten. Ja. Een kwartiertje. Het is nu 4:10 en dat betekent dat we om 4:55 weer doorgaan. Ja. Ik vraag de bode om u even de zaal uit te geleiden. Dan schors ik deze vergadering tot 4:55.
Ik wil de bode vragen om mevrouw Leijten opnieuw de zaal binnen te geleiden. Weer door. Ik geef het woord aan mevrouw Belhaai. Dank u, voorzitter. Mevrouw Leijten, ik ga de vraag anders stellen. U probeerde net uit te leggen binnen welke context we deze interne evaluatie moesten zien. Dus ik wil u vragen, wilt u dat nog een keer aangeven? En wilt u ook aangeven wat u van deze interne evaluatie vond? Dankjewel. Ik heb ook nagedacht. Dit was een lichte evaluatie van een tijdelijke organisatie-ingreep. Voor dat doel vond ik hem geschikt. En ik ben het dus niet eens met het oordeel van de heer Uilenbroek. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan Renske Leijten. Mevrouw Leijten, ik zou nog even terugkomen op die bijeenkomst op 5 juni. Waarvan wij zien dat er... op de vooravond van 5 juni stukken worden gestuurd. Daarin zit u in ieder geval ook erin. Die worden nog wat gefine-tuned. En die worden op om 8:30 ambtelijk besproken. En om 9:00 met de staatssecretaris. Weet u zeker dat u bij die bespreking over die verschillende factsheets op 5 juni om 9:00 niet aanwezig was? Dat weet ik niet zeker. Dat weet u niet zeker. De actielijst die uit de bespreking van die 7 factsheets op dat moment volgt, die spreekt van die twee actiepunten die toezien op dat memo van mevrouw Palmen. En nou zien wij dat verschillende verdere overleggen die al gepland waren... en besprekingen van de actielijst dan eigenlijk worden uitgesteld en er worden nieuwe factsheets opgesteld. Weet u waarom dat gebeurt? Nee, dat weet ik niet. Nee, want in de latere versie van de factsheets is dat hele factsheet 6, waarin dat memo van Palmen zat en die twee actiepunten uitkomen, eigenlijk helemaal weggevallen. Weet u waarom dat is gebeurd? Dat weet ik niet. Dat factsheet ging over de reconstructie, waar we het over hadden met mevrouw Kleindert, van waarom weten we nu eigenlijk pas hoe alles zit? Ja, ik weet het factsheet. Overigens heeft het factsheet volgens mij wel de staatssecretaris bereikt met een oplegnotitie van 11 juli. Maar waarom, wat met die factsheet is gebeurd, ik weet het niet. Dat is gewoon ook niet mijn rol als SG. Akkoord. Dan hopen we dat dat toch nog duidelijk gaat worden wat daar is gebeurd. Dan hadden we het over een besluit van 24 juli. Dat memo, invordering van 8400 posten CAF overig, is aan uitvoering en handhavingsbeleid gestuurd. Daarin staat... dat voor de groep 1 tot en met 3 vanuit het ministerie door de secretaris-generaal op 24 juli 2019 jongstleden het standpunt is ingenomen om op geen enkele manier de invordering op te schorten. De bode heeft het, dus u heeft het nu ook. En... dat is vervolgens ook besproken... door mensen die in de uitvoering met CAF 11 en CAF aan de gang zijn gegaan. En dat besluit is in ieder geval verder in notities terechtgekomen. Ja, zoals ik toen straks al aangeef, dit moet een misverstand zijn. Ik ga niet over de invordering. Ik heb dit besluit niet genomen en ik zie dit stuk nu voor het eerst. Ik snap dat u niet over de invordering gaat. U weet wel heel veel over precedentwerking. En u weet ook wat het eventueel stoppen van
invordering op een groep die groter is dan de CAF 11 voor gevolg zou kunnen hebben. Zou het kunnen zijn dat u op uw vakantie toch iets geaccordeerd heeft om dit duidelijk te maken aan de dienst, omdat daar vragen over waren? Nee, dat kan niet. Oké. Dan heb ik een vraag over de voorbereiding op het debat van de staatssecretaris, ook vanuit het crisisteam wat natuurlijk was geformeerd op 4 juli. In dat Kamerdebat gaat het meerdere malen over hoeveel mensen kan dit nou betreffen. En daarin geeft de staatssecretaris meerdere malen aan dat hem niet bekend is dat er nog andere zaken zijn en dat de omvang hem niet bekend is. Is dat in voorbereiding op dat debat ook zo met de staatssecretaris besproken? Het debat is uitgebreid met de staatssecretaris voorbereid en helder was dat de exacte aantallen niet vaststonden. Dus er was onduidelijkheid over de aantallen. Dat heeft u eerder betoogd. We zien heel veel aantallen wel rondgaan. Is er toen tegen de staatssecretaris gezegd, zeg maar geen aantallen in dat debat? Dat u weet? Niet dat ik weet. Ik wist dat. Donner zegt er iets over. U ziet het ook in de voorbereidingen. De hele tijd komen er andere aantallen. Ik weet niet wat er op dat moment de staatssecretaris is geadviseerd. In algemene zin is het verstandig niet een aantal te noemen als je niet weet wat de aantallen zijn. Ik zeg dit ook omdat er een overzicht bij ons als parlementaire ondervragingscommissie is gekomen over welke stukken Donner heeft gekregen in voorbereiding op zijn onderzoek. Daar zit ook een memo van 6 juni 2019 bij. Dat is een memo dat u ook kent. Dat is namelijk met u gedeeld. En daarin wordt eigenlijk een hele juridische analyse gemaakt over de situatie, hoe het zit met precedentwerking, hoe groot de groep in potentie kan zijn, de haken en ogen in uitvoering. En die notitie komt heel sterk overeen met de uiteindelijke advies van Donner. Heeft u die notitie nog scherp? Nee, ik heb op één dag vele tientallen notities. Ja. En deze notitie van 6 juni heb ik niet scherp. Oké. Even kijken. U heeft het al heel uitgebreid gehad over de interne evaluatie van het crisisteam. Ik zou daar eigenlijk nog de vraag over willen stellen. De conclusies die erin zitten, die vond u van toepassing voor die evaluatie. Wat heeft daar voor uw werkzaamheden aan acties opgeleid voor de samenwerking van het kerndepartement met de Belastingdienst om dat te verbeteren? De samenwerking met de DG Belastingdienst was soms lastig, hebben we eerder geconstateerd. Tegelijkertijd werd er ook op alle niveaus en op veel momenten ook goed samengewerkt. Het moest beter en daar zijn acties op gezet. En weet u die acties nog scherp of de belangrijkste actie daarvan? We hebben op alle niveaus teamsessies georganiseerd. We hebben geïnvesteerd in begrip voor elkaars cultuur. We hebben veel met elkaar aan tafel gezeten. Ik heb ook strakke gesprekken met de DG Belastingdienst gevoerd. Dat ook checks en balances erbij horen. En dat die dat er afgestemd en samengewerkt moet worden. U vroeg de heer Uilenbroek ook, vertelde hij vanochtend, om in ieder geval in gesprek te gaan met mensen die destijds betrokken waren geweest. Ook om eventuele verwijtbaarheid te onderzoeken. Hij kwam tot het standpunt dat hij dat niet kon vinden. Zijn er nog andere onderzoeken gedaan naar eventuele verwijtbaarheid? De heer Uilenbroek verschillende malen gevraagd te spreken met de vorige directeur toeslagen. Ik heb hem inderdaad gevraagd te spreken met de MT-leden van
fraude, over verwijtbaarheid. Er is veel fout gegaan bij de kinderopvang, met grote gevolgen voor ouders. De commissie Donner heeft het daarbij over institutioneel voor ingenomen. En tegelijkertijd vond ik dat we verwijtbaarheid moesten onderzoeken. Dat heeft hij gedaan met die gesprekken. Ik vond er ook opmerkelijk aan dat de voormalig directeur toeslagen hier heeft verklaard dat hij voor het eerst zijn verhaal mocht doen. Dat is niet het beeld wat daaruit opkomt, toch? Dat dan heeft toch, is toch door de voormalig directeur Belastingdienst in de tijd dat u ook die gesprekken met hem had, wel degelijk met de voormalig directeur toeslagen gesproken. Ja, ik hoorde het ook. Dat verbaasde mij. Ik heb de DG Uilenbroek verschillende malen gevraagd om te spreken met de voormalig directeur toeslagen. En hij heeft mij gezegd dat hij dat gedaan heeft. Ja, ja, oké. Okay. Op 28 oktober 2019 wordt er een notitie gemaakt over opzet grove schuld. U heeft er al het een en ander over gezegd. Die komt u ook onder ogen. Kunt u nog aangeven wat daar precies uw appreciatie van was? Ik vond de wijze waarop opzet grove schuld was ingevuld. Ik zag het in de notitie. Ik vond het schandalig. Ja. En u zegt ook dat bij de passage, de uitspraak van de Raad van State in april 2019 heeft vrijwel geen invloed op de huidige toepassing. Het gaat om een casus met zeer specifieke omstandigheden die niet in de algemene richtlijn kunnen worden vervat. De uitspraak bevestigt dat elke zaak beoordeeld moet worden op specifieke feiten en omstandigheden van die zaak. Dat was en is het uitgangspunt bij de beoordeling op opzet grove schuld. En daar plaatst u een opmerking bij. Weet u nog welke opmerking dat is? Nee. U schrijft daarbij, maar gebeurt in de praktijk niet, krijg ik de indruk. Is die opmerking later ook nog bevestigd? Ik heb dit ook besproken met mensen van de Belastingdienst. Ik had hier een opvatting over. Ja. Ik vind dit niet de manier om met opzet grove schuld om te gaan. Het is een heel zwaar middel met grote consequenties. Dat moet je zorgvuldig onderzoeken. En vervolgens zag ik een instructie en ik sloeg met name aan op het bedrag wat erin stond. Want dat pakt pervers uit. Kan u uitleggen wat ik er pervers aan vond? Maar wilt u dat? Er staat namelijk in dat een bedrag van boven de 10.000 euro een indicatie is voor opzet grove schuld. Terwijl dat een indicatie is van het hebben van een laag inkomen. Want dan krijg je hoge toeslagen. Ik vond het moreel onjuist dat ik geen opzet grove schuld zou zijn, omdat ik minder, lagere toeslagen heb en iemand met lagere inkomens eerder het stempel opzet grove schuld krijgt. Ik vond dat moreel echt onjuist. Dus daar vond ik iets van en dat heb ik besproken. We zien dan ook dat er een volgende notitie volgt eigenlijk van 5 november. Die is ook behoorlijk kritisch, zelfkritisch. Ja. In de reconstructie, daar heeft u op aangedrongen op die reconstructie. Ja, ik heb echt gevraagd dat hier over nagedacht moet worden. Ja. Dat andere manier van werken, andere manier van kijken. Dus ik was daar echt kritisch over. Nou, is dat geen verrassing dat het mij eerder verbaasd heeft dat die notitie niet naar de commissie Donner is gegaan. Maar weet u waarom die notitie niet naar de commissie Donner is gegaan? Dat weet ik niet. Oké. Okay. We hebben het al hele lange tijd over keuzes die zijn gemaakt. Momenten waarop keuzes wellicht gemaakt hadden moeten worden. Als u daar nu op terugkijkt. En ik weet dat is anders, want het is met de kennis van nu. Kunt u verklaren waarom op sommige momenten keuzes niet gemaakt zijn? Hele goede vraag. Volgens mij de belangrijkste vraag. Ik heb hem mij ook gesteld. Ik dacht dat met de kabinetsreactie van de ombudsman de problemen aangepakt en opgelost zouden zijn. We moeten constateren dat dat niet is gebeurd.
ik denk, en voor een stuk onvermijdelijk, hè, in enorm grote, complexe organisaties, dat die vaak ingericht zijn via systemen, structuren, dat het meer gaat over processen en dat de mens achter het proces soms lijkt te verdwijnen. En dus ruimte voor maatwerk, ruimte voor het mens achter het dossier, eerder met mensen zelf in gesprek, zodat we eerder de gevolgen scherp hebben. En dus er had veel eerder met de mensen zelf gesproken moeten worden. Dat is in ieder geval een van mijn lessen. Veel eerder. Dan was de oplossing ook eerder gekomen. Ik geef het woord aan mijn collega Belhaai. Ja, mijn vraag ligt eigenlijk in het verlengde. Het is natuurlijk evident dat er duizenden enthousiaste ambtenaren bij de Belastingdienst dagelijks hun werk met heel veel liefde doen. En dat wat we hier doen is natuurlijk ons focussen op iets wat gigantisch mis is gegaan. Dus ik denk dat ook belangrijk is om nog een keer te benadrukken. U heeft net al iets aangegeven over welke les je eruit kan trekken. Af en toe bestond bij mij vandaag het beeld van een soort rat waar mensen in zitten. De mensen die slachtoffer zijn, van waar dit over gaat, van de kinderopvangtoeslag. Er lopen heel veel ambtenaren in de buurt. Er liggen al wat slachtoffers over de grond waar soms overheen gelopen wordt. Want we moeten een grotere oplossing bedenken. Er wordt nog ergens vergaderd aan een tafeltje. En in de tussentijd blijft dat rat maar doorlopen en doorlopen. Met twee hendels eraan van sociale zaken. En één hendel misschien van het ministerie van Financiën. Niemand durft het te stoppen, waardoor het eigenlijk maar doorloopt. Als ik dit beeld zo schets, wat eigenlijk, als je dat je echt inbeeldt, wat niet te vergelijken is met wat mensen natuurlijk feitelijk hebben meegemaakt. Snapt u dat ik dit beeld heb? En in dat beeld, hoe ziet u dan de rol zoals u die vervuld heeft of als G of voor de toekomst? Ik ben blij dat u ook iets zegt over al die collega's bij de Belastingdienst die iedere dag met hart voor de publieke zaak ook hun werk zo goed mogelijk proberen te doen. En dus dat is ook wat ik in al die jaren heb gezien, wil ik ook graag benadrukken. Als de overheid heeft mensen gedupeerd met grote gevolgen van dien. Als SG was ik onderdeel van dit systeem en dat vind ik pijnlijk. Dat vind ik echt pijnlijk. Ik zie zowel bij Financiën als bij SC2, waar ik ook heb gewerkt, hele gedreven mensen die met hart voor de publieke zaak het goede proberen te doen. En tegelijkertijd is het hier niet goed gegaan. En we moeten het dus met elkaar doen. Met SC2, met Financiën, met het kerndepartement, met de Belastingdienst. En we moeten beter omgaan met signalen. Dus het goed omgaan met signalen. Dus mijn ene les is meer ruimte voor maatwerk, de mens achter het dossier. En de ander, hoe gaan we goed om met signalen? Signalen van mensen van de werkvloer. En dat vraagt een cultuur van een organisatie die wil leren, dilemma's wil delen, samen wil werken. En daar zijn we met elkaar stappen aan het zetten en daar moet het beter. Ja. Is er nog een competentie die je zou toevoegen aan het profiel dat als je bij de Belastingdienst werkt, wat je nodig zou moeten hebben om dit ook werkelijk goed te kunnen doen? Er zitten hele competente mensen en er werken 30.000 mensen, groot verschil. Ik bedoel er meer in, moet dat lef zijn, moet dat nee zijn, durven zeggen, moet dat kritisch zijn? Er kunnen verschillende dingen zijn, want voordat je redeneert over wat er allemaal op hoofdlijnen weer beter moet, dan denk ik weer, oh nee, toch niet, nog meer structuren, nog meer systemen, empathie. Empathie, ik zeg niet dat het er nu niet is, nee, snap. Maar empathie en zonder naïef te willen zijn, maar geloof ook in het goede van de mens. Hè. Dus de empathische kant, de bereidheid om je in mensen te verdiepen. Ik zeg niet dat het er niet is, nee, maar snap die ik. Empathische kant uitgaan. Je hebt niet willen en niet kunnen. En het weten dat het soms ook moeilijk is. Het zelfredzame mensbeeld is niet alleen mijn visie, denk ik, maar is veel te dominant geweest. Empathisch als ambtenaar naar de mensen toe waar het om gaat.
Daar werken we voor in de publieke zaak. Uiteindelijk werken we voor mensen. En daarom werken ze er ook, maar die mensen dus ook centraler en weer meer in het hart van ons werk zetten, vind ik echt heel belangrijk. Helder, ik geef het woord aan de voorzitter. En die kijkt naar de heer Van der Lee. Ik heb nog een paar vragen. De eerste is toch nog een reconstructievraag. Ja. Het gaat toch over die 4 juni. Ja. Een cruciale dag, hebben wij begrepen van meerdere getuigen. Dat is eigenlijk de dag waarop aan de top van het departement voor het eerst het besef doordrong. Ja, hoe ernstig niet alleen de gevolgen waren voor de ouders, maar ook hoe slecht onderbouwd het dossier was, de bewijzen die vanuit de dienst omhoog kwamen. Op die dag wordt u op een gegeven moment gebeld. Hoe laat was dat? Allereerst, voor mij was 4 juni niet zo'n cruciale dag. Het is een soort druppel die steeds voller is gelopen. En de gesprekken die toeslagen met de ouders heeft gehad zijn heel cruciaal geweest qua impact. Ja. Die waren volgens mij eind mei. En het gesprek op 4 juni was een soort spreekwoordelijke druppel. Maar het klopt toch, ik ga u even onderbreken. Het klopt toch dat op dat moment in aanwezigheid van topambtenaren, volgens mij de plaatsvervangend SG in eerste instantie, en leden van het CAF-team en de CAF-coördinator voor het eerst met elkaar spraken over wat zat er nou eigenlijk in de stukken op basis waarvan deze ouders zo gedupeerd zijn. Klopt dat? Voor mij zit de omslag eerder. Vandaar de instellingen op mijn advies van de commissie Donner. Ja. Toen had ik het gevoel. Nee, maar hier. Dus hij zit voor mij eerder. Hij zit rond eind april. Dus fijn dat u daar al over begint, want dat was mijn vervolgvraag. Omdat in de opdracht van commissie Donner dat als steviger wordt neergezet, vond ik het merkwaardig om te horen van de vorige getuigen dat het besef pas doordrong, althans bij hem, zo verklaarde hij, op die 4 juni. Maar voor u was dat moment al eerder in de tijd, namelijk rond het installeren van de commissie Donner. Ja, het was voor mij aanleiding om de staatssecretaris te adviseren. Ja. Zoek een oplossing en laat hier vreemde ogen een frisse blik naar kijken. Ja, dat is heel goed dat ik dat nu scherp heb. Maar dan nog, mijn eerste vraag was, hoe laat werd u gebeld of kreeg u een signaal op die dag? Ja, je moet mee gaan kijken, want we ontdekken hier iets met elkaar, waardoor een brief die was voorbereid helemaal van tafel moest. Zo radicaal moest die ook niet van tafel, want Donner was al ingesteld. Dus ik herken minder de waterlinie die de heer Uilenbroek geeft. Maar hoe was het dan in uw beleving? Want wij proberen een reconstructie te maken. Ik begrijp dat u zich niet herkent in de woorden van de vorige getuigen. Hoe ging het volgens u? En hoe werd u op die dag betrokken bij wat er gebeurde? Ja, die laatste kan heel kort. Toen de staatssecretaris bij dit gesprek werd gehaald, werd ik er ook bij gehaald. Dus bij dat eerste gesprek was mijn PSG. Bij het tweede deel, waar de staatssecretaris bij kwam, was ik ook bij. Voor mij is het als een foto die scherper wordt of puzzelstukjes. En dit gesprek was een puzzelstukje. De puzzel werd voor mij in volle omvang pas scherp met het rapport van de commissie Donner, die feilloos schetst het proces waar mensen niet aan konden ontsnappen. En dat is pas. En die puzzel werd pas vol scherp met Donner en er kwamen iedere keer stukjes bij. Ook veel stukjes door de Kamer, door media, de uitspraak van de Raad van State. Dus het was. En iedere keer kwamen nieuwe stukjes. Ja. Voor mij was er de druppel bij 24 april, de uitspraak van de Raad van State. En toen het besluit om een externe te laten kijken naar oplossingen. Helder. Toen was dus ook al het idee dat er een oplossing moest komen. Ja, maar de daadwerkelijke oplossing liet nogal op zich wachten. Ja, daar hebben we het voldoende over gehad. Ik wil even terug, en dat is meer een reflectieve vraag. Ja. En het gaat ook over, het is misschien een omweg, maar ik vind hem toch relevant om te vragen. We hebben van meerdere getuigen gehoord over die beginperiode van CAF.
En op zich was het al een harde aanpak voor CAF, hebben we ook gehoord. Maar men ervaarde een sterke financiële druk. Ook specifiek op de fraudebestrijding. We hebben gezien dat er een soort verplichting was voor toeslagen, zo werd dat ervaren, om 25 miljoen jaarlijks te leveren richting sociale zaken. Nou bent u ook directeur geweest, financieel-economische zaken, bij sociale zaken. Uw plaatsvervangend SG is dat ook geweest? Nee. Ja. Dan, plaatsvervangend SG van mijn collega bij SZW was dat, maar niet van mij. Mijn plaatsvervangend SG was militair bij Defensie. Oké. Okay. Oh, maar die andere plaatsvervanger is dat? Van uw collega? Van mevrouw Mulder gisteren. Die heeft een plaatsvervangend SG die ook directeur FVZ... Nou, volgens mij niet zo belangrijk. Okay. Nou, ik ben directeur FVZ geweest. Ja, ja. Nou goed, maar mijn vraag is eigenlijk, gaat het om... Ja. Kunt u zich voorstellen dat er vanuit SZW in die tijd echt druk is gezet op zorgen voor die 25 miljoen... geleverd wordt? Als u het niet weet, is het ook goed. Dan weet ik u het niet. Ik weet het niet. Nee. Oké. Okay. Ik weet het niet. Nee. Oké. Okay. Ik heb nog een andere vraag. Wat verstaat u onder het voorzorgsbeginsel? Het voorzorgsbeginsel. Waar denkt u dan aan? Dat roept geen associatie bij op. Ik zal het dan proberen beter te duiden. Althans mijn indruk, op basis van verklaringen die ik hier heb gehoord, is dat er te vaak gekozen wordt om dingen klein te houden. En niet goed onder ogen te zien wat is hier nou eigenlijk mis. En sommigen spreken zelfs over fabrieksproces. Als daar iets fout gaat en er komen verkeerde producten uit, ja, dan moet je toch echt een procedure hebben waarin je denkt van stop de pressen. We gaan even kijken, wat is hier nou echt aan de hand? Heeft u het gevoel dat in uw ministerie er voldoende checks en balances zijn, als er iets misgaat, dat er ook een mechanisme is om echt goed te kijken, wat gaat hier nou mis? Het is een groot, complex ministerie. Zowel de Belastingdienst als de overheidsfinanciën, als de banken, als het buitenland, als de fiscale regelgeving. Dus het is een groot complex ministerie. Er is afgelopen jaren hard gewerkt aan betere checks en balances, zowel op financieel, juridisch, bestuurlijk terrein. Is dat al perfect? Nee, maar de checks en balances zijn stukken beter. Twee, kunnen checks en balances dit soort fouten in de basis voorkomen? Nee. Hadden we eerder dieper moeten onderzoeken? Ja. En mijn laatste vraag, vindt u dat het burgerperspectief voldoende in beeld blijft? Want mijn indruk is dat op cruciale momenten er gezegd wordt, de foto is nog niet scherp genoeg. We willen allerlei zekerheden hebben, maar dat zijn vooral zekerheden gericht op belangen of taken van het ministerie. Niet per se op zekerheden bieden aan de burger. Is dat een terechte conclusie? Nee. De foto was nog niet scherp. Het beeld was niet bedoeld om de belangen van het ministerie te beschermen. We hadden onvoldoende in beeld wat er exact was gebeurd. Hè? Wat naderhand institutioneel vooringenomen was. In hoeveel zaken, in hoeveel dossiers. Dus het is een taak om goed uit te zoeken waar het over gaat. Wie zijn het? En dan moet je het zorgvuldig oplossen. En hadden we dit eerder, sneller moeten onderzoeken met kennis van nu allemaal ja. Ik werp verre van me dat we dat niet hebben willen onderzoeken. En ja, in de uitvoering, in die grote massale processen, is het risico van het uit het oog verliezen van het burgersperspectief daar. En dat was volgens mij ook een van de hoofdconclusies van de ombudsman. Het burgerperspectief is uit het oog verloren. Dat is erkend. Dat is erg en dat moet opgepakt en daar moet aan gewerkt.
Maar het idee dat dat met enige bewustzijn is gebeurd, werp ik echt verre van me. En echt de allerlaatste vraag. U bent ook geen SG meer. Nee. Heeft u het idee dat men op dit moment het lek volledig boven heeft? Zijn alle issues die samenhangen met wat er in CAF 11 fout ging, in aanverwante zaken, maar ook in de hele manier waarop burgers ook bij normale toeslagentrajecten zijn behandeld, heeft u het idee dat men het lek helemaal boven heeft, helemaal weet wat er niet goed is gegaan en ook duidelijk weet hoe we dit nu definitief moeten oplossen? Dat weet ik niet. Het was groter en complexer dan ik had durven vrezen. En vorig jaar is er 24 december voor de ouders van CAF 11 een eerste betaling gedaan. Ik hoop oprecht dat de andere ouders zo snel mogelijk vergoed kunnen worden voor het stukje wat we kunnen vergoeden. Ik hoop het dat het lek helemaal boven is. Maar het was groter en complexer dan ik had gedacht. En overigens, ik niet alleen. De voorzitter. Ja, mevrouw Leijten, ik heb nog een heel enkele vraag. En volgens mij is dat een vraag waar u geen niet fijn antwoord op gaat willen geven. Dus u moet maar gewoon recht voor zijn raap mij antwoorden wat u ervan vindt. Dat gaat over het contact met de staatssecretaris en met de minister Hoekstra. Ja. Als u nou de film nog eens terugspoelt, op welk moment heeft de staatssecretaris u nou betrokken bij deze kwestie? En dan gaat het me niet om 24 juni om 3:00 PM of zo, maar in die periode. In 2019. Hij heeft heel lang gewoon de zaken met de DG gedaan. En wanneer in 2019? Juni? Ik heb zelf geacteerd bij het advies van Bonner. Tussen april en juni. Oké, en is dat initiatief dat u erbij betrokken werd van hem uitgegaan of van u uitgegaan? Hoe werkt zoiets in zo'n ministerie? Dat weet ik niet meer. Ik weet het niet meer. Er ontstaat op een gegeven moment natuurlijk zo'n situatie dat het chefzagge wordt. Ja. En overigens, daar blijf bij, het was een ontzettend belangrijk dossier. En tegelijkertijd waren er als SG voor mij ook nog andere dossiers. Nee, maar dat hebt u heel duidelijk gemaakt. Maar op een gegeven moment begrijp ik ook wel dat dit dossier wat meer in de top 10 en misschien wel op nummer 1 komt te staan op een gegeven moment. Ja, voor mij is de omslag toch de Raad van State, het instellen van Donner. Oké. En u hebt ons verteld dat u iedere ochtend hebt u even met de bewindspersonen een momentje van, u had er een bepaalde naam voor. Ja, het heette het actua-overleg. Het actua-overleg, prima. En dan heb ik zo'n beeld, dan zit u daar met z'n drieën, misschien wel meer mensen erbij. En dan hebt u het ook over deze actualiteit in toenemende mate. En dat is dan een gesprek tussen Snel en u. En Hoekstra die houdt zich, het is niet direct zijn cup of tea. Moet ik me dat zo voorstellen? Als u het wil voorstellen, het is vaak telefonisch. De politieke assistenten zijn er ook bij en de directeur communicatie. Dus de invalshoek is vaak de media. Dan zegt de directeur communicatie, doet een soort wrap-up en dan wordt een soort reflectie op de dag. Naarmate de foto scherper werd, de minister Hoekstra is heel betrokken geweest bij dit dossier en ook heeft ook echt zich enorm ingezet, bijvoorbeeld voor die betalingen op 24 december. Vanaf wanneer is hij betrokken geraakt bij actiever ik denk betrokken? Ongeveer gelijk met mij. In april zo? Ja, toen bij de instelling van de commissie Donner. Toen het beeld was, er is meer fout dan wij eerder hebben gedacht. Ik heb jaren geleden wel eens in de bankjes geleerd dat in de schoolbanken dat de minister verantwoordelijk is eigenlijk voor het apparaat. Ook het apparaatsgedeelte waar de staatssecretaris gebruik van maakt in zijn beleidsportefeuille. En dat de staatssecretaris niet zozeer voor de ambtelijke organisatiepolitiek verantwoordelijk is. Is dat een correcte weergave of loop ik achter?
Nee, u bent helemaal up-to-date. De minister is de politieke leiding van het departement en daarmee politiek verantwoordelijk voor de organisatie. Ja. Dus om het even vervelend te noemen, de slechte informatievoorziening binnen de Belastingdienst, omdat die systemen niet werken, dat is dan een verantwoordelijkheid voor de minister? Nee, in de taak, ja, kom je in de taakverdeling. Hè, de minister is uiteindelijk verantwoordelijk staatsrechtelijk. De staatssecretaris heeft zijn portefeuille. Ja. De Belastingdienst valt onder de portefeuille van de staatssecretaris. En dus de werking van het ambtelijk apparaat valt qua verantwoordelijkheid onder? In zijn uiting onder de staatssecretaris. En de minister blijft voor alles eindverantwoordelijk. Daar is hij de minister voor. Nou, bij deze weten de betrokkenen ook al welke vragen wij hen wellicht volgende week gaan stellen. Goed, we zijn een beetje aan het einde van dit verhoor gekomen. En het leek mij goed om u ook nog in de gelegenheid te stellen om nog datgene naar voren te brengen wat u naar voren wil brengen. Ik heb tussen de bedrijven door al een aantal van mijn lessen. Het belang van maatwerk, het belang van de uitvoering ook in staat stellen om hun werk te doen, hè, met genoeg mensen, et cetera. Dus belang van maatwerk, belang van uitvoering en het belang van samenwerken. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk verder kunnen met de oplossing voor de ouders. U met uw werk. Ik hoop dat ik u zo goed mogelijk antwoord op uw vragen heb kunnen geven. En ik hoop ook dat u begrijpt dat sommige dingen niet van de SG zijn. En niet omdat ze voor haar verantwoordelijkheid wegloopt, maar omdat ze het gewoon niet haar rol is om op bepaalde dossiers dingen te doen. Dus ik heb dat zo goed mogelijk proberen te doen. Heb ik u vanmiddag zien worstelen? Ja, dat klopt. Waarom? U heeft een belangrijke taak. Er is iets niet goed gegaan. U probeert goed uit te zoeken hoe dat zit. Ik wil u daar graag bij van dienst zijn en af en toe kan ik dat niet. En dat vind ik vervelend. Ik voel me verantwoordelijk. Alleen ik heb de oplossing niet. Of ik heb sommige stukjes niet. Maar waarom worstelt u dan? Is dat schijnen of is het verantwoordelijkheidsgevoel? Of wat is het dan? Ik wil u namelijk ook, omdat ik het gezien heb, de gelegenheid bieden om dat uit te leggen. Ik voel me vanuit de rol die ik had systeemverantwoordelijk in dit geheel, in wat er fout is gegaan. U doet daar onderzoek naar, daar wil ik zo goed mogelijk aan bijdragen. U stelt allerlei vragen, op zichzelf hele terechte vragen. En ik heb geen antwoord voor u. En dat vind ik vanuit hoe ik in elkaar zit vervelend. Ik voel me heel verantwoordelijk. En tegelijkertijd is het ook niet mijn rol om dat altijd te kunnen. Nee, maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat de mensen die wij hier horen wel inderdaad die eindverantwoordelijkheid hebben voor het ambtelijk proces. Ja. En dat, goed, dat komt hier naar voren. Ik wil u zeer bedanken voor uw aanwezigheid voor het verhoor. En ik wil de bode vragen om mevrouw Leijten de zaal uit te geleiden. Goedemiddag. Ja, ik ga zo dadelijk deze vergadering sluiten. Niet dan nadat ik gezegd heb dat wij maandagochtend weer verder gaan. Dan moet ik even zonder bril hele kleine letters lezen. Om 9:30 starten wij met een verhoor van voormalig staatssecretaris Wekers. Dan 's middags om 1:00 een verhoor van voormalig staatssecretaris en huidig minister Wiebes. En om 16:30 met voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ascher. Dat gezegd hebbend, sluit ik deze vergadering.